Goedemiddag, ik open deze vergadering. Iedereen van harte welkom hier bij deze expertmeeting Fiscale Constructies, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Bijzonder van harte welkom aan onze genodigden. Dank dat u op onze uitnodiging heeft willen ingaan. Even de orde van dit deel, maar om te beginnen even van de hele middag. De middag bestaat uit drie blokken. Als het goed is heeft u dat kunnen zien op de openbare stukken die er zijn gepubliceerd. Tevens zijn alle position papers, kijk even naar de griffier, zijn volgens mij ook openbaar. Dus alle position papers die door de genodigden zijn ingediend, die zijn ook openbaar te lezen. De drie blokken, dit eerste blok vindt plaats van nu tot uiterlijk straks om 3:00. En dan het tweede blok gestart om 16:30 tot 17:30. En het derde blok start om 19:30 tot 8:00. Dus elke keer hebben we zo een 30:30 en bij de dinerpauze hebben we een uur pauze ertussen. Even de organisatie van dit blok. Ik wil graag de heren, moet ik zeggen. Belastingconstructies is een mannelijk vak, blijkbaar. Dus, dat zie je ook aan de hele middag. Dat is jammer. Maar ik wil eerst u vragen om u heel even kort voor te stellen, ook voor de mensen op de publieke tribune. Dus even wie u bent en wie u vertegenwoordigt, als dat het geval is. En dan vervolgens zullen er eerst een aantal startvragen door een aantal van de Kamerleden worden gesteld. Dat doen zij op basis al van de ingediende position papers. Dus die worden wel eigenlijk bekend verondersteld. Dus er komen eerst startvragen van elk van de leden met een antwoord en een vervolgvraag door dat betreffende Kamerlid. En na die eerste ronde van startvragen, dan is de vloer meer open en zullen ook andere Kamerleden hun vragen stellen, weer ingaand op de position papers die er al liggen. En ook aan de genodigden wordt gezegd, de vraag wordt aan u gesteld, maar als een van u zegt, ja, ik zou hier heel graag aan willen toevoegen, dan geeft u dat aan mij aan en dan gaan we dat organiseren. Tegen het einde van ieder blok zal er voor de genodigden nog spreektijd zijn om nog kort uiteen te zetten van ja, wat ik nog had willen benadrukken is dit. Dus, hè, of dingen die niet zijn besproken, om dat nog even nader voor het voetlicht te werpen. Dus aan het eind zullen we nog een korte spreektijd voor de genodigden inlassen. Tot slot van deze expertmeeting wordt een verslag gemaakt. En dat verslag dat is ten behoeve van de Kamercommissie, maar ook om te kijken hoe er verder wordt omgegaan met deze materie. En ook dat verslag, kijk even naar griffier, is een openbaar verslag. Ja. Dan wil ik om te beginnen, als dat voor iedereen duidelijk is, wil ik de genodigden even vragen u kort even voor te stellen. Kunt u de microfoon aandoen? Jaap Koedewijn, eigen adviespraktijk, daarnaast de hoogleraar bij Nijrode. Mijn leerstoel wordt deels gefinancierd door Holland Questor. Gon van de Klashorst, voorzitter van de CCB, de coördinatiegroep constructiebestrijding van de Belastingdienst. Ook daardoor gefinancierd. Voor ons geld. Sorry. Mijn naam is Robert-Jan Roerink. Ik ben lid van de coördinatiegroep constructiebestrijding. En ik hou me al 20 jaar bezig met de problematiek van afgezonderde particuliere vermogens. André Nagelmaker, vertegenwoordiger van Holland Questor, die een deel van de trustsector vertegenwoordigt. Frank Eldersson, directielid van de Nederlandse Bank, onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de trustsector. Dank u wel. Dan zal de eerste vraag gesteld worden door de heer Omtzigt. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de uitgebreide position papers. Ik heb een vraag voor de heer Koelewijn. Wat zijn de meest gebruikte internationale constructies voor ontwijking? En hoe komt het dat u in uw position paper aangeeft dat u geen inzage heeft of er samenwerking is tussen Nederlandse en buitenlandse trustkantoren zoals Mossack Fonseca, dat u niet weet of het beweerde oneigenlijke gebruik van de innovatiebox plaats heeft en dat u in een behoorlijk aantal punten zegt ja over aannames, terwijl u zelf degene bent die trustkantoren moet certificeren of ze wel of geen certificaat krijgen.
Heeft u voldoende inzage in wat daar gebeurt? En zo nee, kunt u dan wel trustkantoren certificeren? En zo ja, wat zijn de internationale constructies die bestreden moeten worden? Om met uw laatste punt te beginnen, meneer de voorzitter. De heer Omtzigt veronderstelt ten onrechte dat ik trustkantoren certificeer. Dat is een aparte stichting die onafhankelijk van mij en Holland Quaestor opereert. Met betrekking tot de tweede vraag heb ik inzicht in samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse trustkantoren en buitenlandse trustkantoren. Ik heb tijdens een onderzoek bij trustkantoren op zeer gedetailleerd niveau inzage gekregen in een aantal cliëntdossiers. U kunt zich voorstellen wat ze in de neem dat dat in de trustsector lastig is, want het gaat om mensen die juist in een aantal gevallen beogen hun privacy te waarborgen. Ook partijen die overigens dat op geen enkele manier willen. Ze gaan dat natuurlijk niet aan mij vertellen als dat verdachte partijen zijn. Dat is een zeer delicaat iets. En bovendien was het tot voor kort niet eens wijdverspreid bekend dat dit kantoor waarom het ging in Panama zaken deed met een heleboel andere kantoren. Overigens heeft dit kantoor met één kantoor in Nederland, voor zover we nu weten, zijdelings van doen gehad. Dus dat is even ter relativering. Uw vraag van wat zijn de meest gebruikte constructies? Ik heb in mijn position paper gezegd dat de constructie op zich niet zo interessant is. Want het gaat meer om wat je in de constructie stopt, waar je het heen brengt en waar je het weer uithaalt. En als het gaat om witwassen en dergelijke, dan is het natuurlijk buitengewoon essentieel waar de keten begint, wie de UBO is, wie zijn gelden via een constructie naar Nederland wil brengen. En daarbij kom je natuurlijk altijd te zitten op het punt dat de middelen die je hebt, die wellicht illegaal, zwart of het criminele activiteiten zijn, die moet je op de een of andere manier wit zien te krijgen. Nou, daar zit de Achilleshiel natuurlijk van het systeem. Want als mensen proberen geld uit een ver land hier naartoe te krijgen, dan kun je in een ver land wat makkelijker versluitende constructies opzetten dan hier in Nederland. In de tweede plaats, er zijn ook particulieren die willen hun vermogen anoniem hebben. Op zich kan dat, maar dan kijk ik naar de heren rechts van wij die daar meer van weten dan ik. Uiteindelijk, als jij een vermogen in Nederland hebt, maar je wilt het anoniem houden, dan wil dat niet zeggen dat bij de Belastingdienst niet bekend is. Ook als je met je vermogen emigreert, dan moet je dat op enig moment gaan notificeren bij de Belastingdienst. Dus dat zijn kanalen die niet zomaar voor iedereen en voor alle doeleinden openstaan. Vat samen, je moet onderscheiden constructies die worden gekozen door hier een houtersmaatschappij te vestigen. En dan is het de vraag, verricht die economisch relevante diensten, heeft de substance. En dan heb je het issue dat mensen hier in Nederland hun geld willen onderbrengen, eventueel willen door laten gaan naar een ander land. En daarbij is het de vraag wat de herkomst van de middelen is en welke mogelijkheden je hebt als trustkantoor om onderzoek te doen om voldoende zekerheid te weten dat dat geen gelden zijn die niet toelaatbaar zijn. Meneer Omtzigt. Aangezien u die inzage gehad heeft. Eén ogenblik. Graag uw microfoon uit, want anders gaat de registratie in de Kamer. Heer Omtzigt. Ja. Aangezien u voor uw onderzoek daar inzage in gehad heeft en inderdaad ook dat keurmerk betrokken bent bij dat keurmerk, kunt u aangeven wat volgens u de grootste problemen van de trustsector zijn? Of zijn er volgens u überhaupt geen problemen op dit moment met de trustsector? Dat klinkt niet als een open vraag. Ik denk dat er twee problemen te onderscheiden zijn. Dat zijn constructies waarbij je kunt afvragen of er wel voldoende substance is. Dat je vestigt hier in Nederland een hoofdkantoor, dat het vermogen ter beschikking stelt aan andere entiteiten, zodat je hier in Nederland gebruik kunt maken van de voorkoming van de dubbele aftrek. Nou, dat is een zaak die in samenspraak met de adviseurs, trustkantoren en de Belastingdienst beantwoord moet worden. Ik denk dat het grote probleem is dat er altijd partijen zullen zijn die proberen witte, zwarte gelden vanuit het buitenland in Nederland onder te brengen. Waarbij je wel erg moet oppassen om je Nederlandse normenapparaat los te laten op het buitenland. Er zijn landen waarin je heel moeilijk op een legale wijze aan een onderneming kunt komen, tenzij je vriend bent met de lokale machthebber. En dan kun je je vraag stellen of dat naar onze normen legaal is. Nou, die discussie wordt gevoerd van wat vinden we acceptabel, wat vinden we niet acceptabel. En hoeveel zekerheid hebben wij dat de middelen uit het buitenland op een eerlijke manier
zijn verdiend. En dan kijk je naar een goedkeurend verklaring van lokale accountant. Maar je moet ook zelfstandig onderzoek doen. Nou, je ziet een ontwikkeling dat bij de goedgekeurde kantoren die onderzoeksplicht verzwaard wordt. Maar ik denk dat u ook hierover vragen kunt stellen aan de heer Eldersson hier helemaal rechts van mij. Dus niet om het weg te schuiven, maar de zwakke plek is natuurlijk, kan ik controleren, heb ik ook in mijn paper gezegd, of een operatie in Bulgarije, waar iemand een bedrijf heeft, of het geld dat daar verdiend wordt echt wit geld is, of dat dat een outlet is van een criminele organisatie die daar probeert zwarte omzet wit te krijgen door meer omzet te factureren dan er heeft plaatsgevonden. Is ontzettend lastig om dat goed na te gaan. En men gaat tegenwoordig wel eerder twijfelen en nee zeggen tegen klanten. Goed, ik stel voor dat we eerst naar de volgende vraag gaan. De heer Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan het team constructiebestrijding. Dank overigens voor het helder en inzichtelijke paper. U hebt veel moeite, begrijp ik, uit die paper om inzicht te krijgen als particuliere vermogens naar het buitenland verhuizen. En ook moeite om dan, als dat zo is, als u dat al detecteert, om dan belasting in te vorderen. En een groot probleem is het verkrijgen van informatie. En dan stelt u van, nou, als u dan om informatie vraagt, dan kan die informatie geweigerd worden te geven. Dan kunt u informatie beschikking afgeven krachtens artikel 52 van de AWR. En daar staat dan weer bezwaar en beroep is daartegen mogelijk. En ondertussen, hangende die procedure, begrijp ik, kan een vermogen worden weggesluist. Dan heb ik in dit verband een paar vragen. Komt zo'n weigering om informatie te geven, komt dat heel vaak voor? Zou het helpen als die procedure voor het afgeven van informatie, om dat af te dwingen, als die hele procedure drastisch zou worden verkort? Dat is natuurlijk een taak voor de politiek, zou dat zijn. En wijkt zeg maar, het regime voor informatievordering, wijkt dat af van andere landen? Is Nederland hier soepeler in het toestaan van cassatie en beroep? Of wijkt Nederland, of is dat in andere landen hetzelfde? De heer Van der Klashorst en of de heer Roerink. Ik wil deze vraag wel beantwoorden, dank u wel. U vraagt of het vaak voorkomt of er geweigerd wordt informatie te verschaffen. Dat komt vaak voor. Althans, dat komt vaak voor in de niche-markt waar de CCB op aanwezig is. We zijn een heel klein onderdeeltje van de belastingbetalers. De meeste belastingbetalers betalen keurig hun belasting en zorgen ook voor de juiste informatie bij de Belastingdienst. Maar er is een groep vaak vermogende particulieren die hun vermogen in het buitenland hebben gestald. En als we dan op een of ander signaal stuiten wat een link heeft met die betreffende belastingplichtige in Nederland, dan proberen wij te achterhalen hoe ver die link gaat en of dat vermogen dan eventueel van die betreffende persoon is. En dan merken we, als we die informatie gaan vragen bij de belastingplichtige, dat daar niet zelden advocaten in komen, fiscale advocaten, die zeer bedreven zijn om de informatie niet helemaal te volledig te geven dat het eigenlijk zou moeten. En dat mogen ze ook, want ze hebben een recht daartoe. En dat is een rechtsbescherming, dat is prima dat dat er is. Daar hebben we geen enkel probleem mee. Het zorgt er af en toe voor een enorme vertraging. Moeten we opnieuw vragen stellen, dan blijkt dat er een hele waslijst aan manieren zijn om telkens de inspecteur weg te houden van de zaak. En dan kan het uiteindelijk met zich meebrengen dat de Belastingdienst dan een informatiebeschikking afgeeft. En dat duurt nogal eens een periode, 2-3 jaar, omdat we steeds proberen om het op een normale manier te krijgen. Als dan blijkt, ja, we komen niet verder, geven we een informatiebeschikking af. En dan beroep, bezwaar ertegen, beroep ertegen, hoger beroep, cassatie, terugverwijzing naar een hof. We hebben nu een aantal zaken die lopen 5 tot 7 jaar, 5 jaar, sorry. We verwachten 7 jaar omdat het nog een keer verwijzing komt. En dat komt wel voor. Dat komt vaak voor in onze markt, om het zo maar te zeggen, bij belastingbesparende constructies. En die antwoord kan ik dus volmondig met ja beantwoorden. Een informatieprocedure, ja, die zou het helpen als die verkort zou worden. Ik vind het heel lastig om dat te zeggen, want dat is inderdaad een politieke keuze. Ik wil niet tornen aan de rechtsbescherming in Nederland, dat zou je kwalijk zijn.
Want zoals u ook in sommige artikelen heeft gelezen, hebben wij al heel veel macht. En wordt er al gebruikt van een kortgedingprocedure. Zouden we wat vaker moeten doen. Die kortgeding proberen we eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden, omdat het heel erg arbeidsintensief is en heel veel geld kost. Er moet de Rijksadvocaat ingeschakeld worden. Advocaten moeten ingeschakeld worden. En de resultaten tot nu toe van die kortgedingen zijn ook al niet om naar huis te schrijven. Dus we proberen het zoveel mogelijk te vermijden. Bovendien is het ook een vreemde eend in de bijt van het publiekrechtelijk rechtssysteem. Dat proberen we eigenlijk te voorkomen. Zou het helpen? Wellicht. Maar dat laat ik graag aan de politiek over. Zijn er andere landen, is de volgende vraag, zijn er andere landen die een vergelijkbaar regime hebben? Dat weet ik niet. Meneer Groot. Ja. Excuses, de heer Roerink wilde toevoegen. Zou ik daar nog iets aan toe mogen voegen, meneer Groot? Misschien is het goed om toch het perspectief ook nog even neer te zetten van waar wij mee bezig zijn en waar de andere position papers van vandaag over gaan. Deze zomervakantie heb ik dit boek ook gelezen over de Panama Papers. Een van de aanleidingen om hier met elkaar aan tafel te zitten. En dit boek beschrijft eigenlijk op uitstekende wijze, in mijn ogen, hoe moeilijk het is voor toezichthouders om toezicht uit te oefenen in deze sector. Want waar gaan deze zaken in heel veel situaties om? Dat gaat om inwoners van bijvoorbeeld Nederland, die vermogen stallen in het buitenland. Waar meneer Koelewijn het over heeft gehad en waar de heren naast mij het waarschijnlijk ook over gaan hebben, dat gaat over inwoners van het buitenland, particulieren of bedrijven met vermogen in Nederland. Dus wij zitten eigenlijk vandaag aan de andere kant van het spectrum. Wij houden ons dus bezig met vermogende personen, met vermogende directeuren, groot aandeelhouders, die inwoner zijn van Nederland, maar die toch vermogen buiten ons zicht houden. En dan vraag je af van ja, hoe kan het nou dat je dan die inwoners van Nederland, laat me zeggen, niet het vuur na aan de schenen kunt leggen, hè, die kleine groep, om alle informatie te verstrekken. Nou, dat wordt verklaard eigenlijk, laat me zeggen, door dat dit soort structuren eigenlijk met name gericht zijn op verhulling. Het verhullen van de identiteit van deze mensen. Deze belastingparadijzen staan niet bekend waar dit vermogen gestald wordt om hun uitstekende, laat me zeggen, beleggingsadviezen of om hun uitstekende kennis van de effectenmarkt van een fiscaal systeem of van een economische kennis. Deze landen die zijn met name erin gespecialiseerd om geen informatie te verstrekken. Dat is een hele lange weg te gaan om uiteindelijk wel informatie te verstrekken. We zijn die weg natuurlijk met z'n allen al ingegaan met verdragen, met gegevensuitwisselingsverdragen. Maar we zijn er nog lang niet. En u moet ook de problematiek van die kleine landen zien. Het zijn over het algemeen kleine landen waar dat vermogen gestald is. Dat zijn over het algemeen kleine belastingadministraties met vaak enkele tientallen medewerkers. Dat zijn landen die niet gewend zijn om belasting te heffen. Dus laat staan om vragen bijvoorbeeld van de Nederlandse Belastingdienst te beantwoorden. En daar begint eigenlijk het probleem. Hoe detecteren we het? Vervolgens, als we zo'n structuur hebben gedetecteerd, hoe komen we dan aan de informatie? En vervolgens van ja, hoe slagen we erin ook om het bewijs bij te brengen dat inkomen bijgeteld moet worden in Nederland? Dat is een hele lange weg, een hele moeilijke weg. En daar draagt eigenlijk ook bijvoorbeeld de informatiebeschikking wel degelijk aan bij. Maar het vereist inderdaad echt maatwerk om hiermee om te gaan. Heer Groot. Dan toch nog twee korte vervolgvragen. Die TIA's, hè, die uitwisseling, die vragen voor uitwisseling van informatie, die TIA's. Kan ik vragen hoe, als u echt zo'n verdrag een verzoek tot informatie doet, hoe lang duurt dat dan meestal voordat er een antwoord komt? U zegt al dat de kwaliteit heel wisselend is, maar wat is de tijd die daar vaak dan overheen gaat? En dan meneer Klasworst, dan toch nog de vraag. Ik begrijp dat zo'n informatievordering, dat die pas wordt ingezet als er heel lange tijd geen antwoord wordt gegeven op vragen. Maar waarom is dat? Waarom kun je dat bij wijze van spreken? Als er binnen 2 weken geen antwoord komt, zou je toch meteen een informatiebeschikking kunnen afgeven en dat invorderen, lijkt mij. Ja. Heer Van de Klasworst. Om met die laatste vraag te beginnen, waarom wachten we daar zo vaak mee? Omdat we altijd proberen om het eerst via een normale procedure te komen. Want als we gelijk na 3 weken zouden zeggen, we krijgen een antwoord, we gaan nu de informatiebeschikkingsprocedure in, betekent dat een enorme belasting voor de burger. Dat willen we liever niet. We proberen echt op een normale manier te komen tot een gesprek met de adviseur en met de belastingplichtige. Wilt u die informatie verstrekken die betrekking heeft op deze en deze signalen die wij krijgen? En na 3 weken al zo'n informatiebeschikking doen, dat zou wel heel erg heftig zijn. Want
dan zouden de meeste burgers toch denken van ik krijg niet eens de gelegenheid om een antwoord te geven, dan ligt er als een procedure. Zouden we niet willen. Het gaat toch vaak om eenvoudige vragen van wie is het vermogen, wie is het eigenaar, die kunnen toch zo. Ja, dat zijn hele eenvoudige vragen, meneer de Groot, ben ik met u eens, maar het schijnt heel moeilijk te zijn om daar een antwoord op te vinden. En ik begrijp het ook wel, want natuurlijk als wij op het spoor zijn van zo'n vermogen, dan voelen mensen zich al een beetje onder druk gezet door die vragen die ze stellen. En dan komen er advocaten bij of adviseurs bij en die gaan hun dan helpen. En die zorgen ervoor dat het op een andere manier bij ons niet terechtkomt, om het zo maar eens te zeggen. Dus het is, ik begrijp uw zorg dat wellicht na 3 weken het al eerder zou kunnen, maar we hebben altijd nog de gelegenheid om een uitstel te krijgen. Adviseurs vragen, mag ik even wachten, ik heb de gegevens niet bereid. Ik heb geen contact met de belastingplichtige gehad, die is op vakantie. Het kan af en toe duren en dan hebben we ook de plicht, denk ik, om die termijn ook te geven. De heer Roerink, nog een vraag. Ik ga ook op uw tweede vraag in. Maar even op uw vraag van, het moet toch eigenlijk heel eenvoudig zijn om te vertellen van wiens vermogen het is. Wij weten ook van we hebben het hier allemaal over structuren van inwoners in het buitenland, of inwoners met vermogen in het buitenland, waarbij het om entiteiten gaat, trusts, stichtingen, foundations, waar geen eigenaar van is. Net zo goed als van een Nederlandse stichting is ook geen eigenaar. Er worden geen eigendomsbewijzen uitgegeven wie eigenaar is van zo'n structuur. Dus dat is een probleem. Ik hoop dat er ook een afdoende antwoord is op die mogelijke onduidelijkheid. Dan wat betreft de Tax Information Exchange Agreements, de TIA's. Voor de TIA's hebben wij afgesproken met landen waarmee wij die gegevensuitwisselingsverdragen hebben gesloten, dat wij eerst uitgeput zijn in ons eigen land. Dus we moeten aan het uitputtingsvereiste voldoen. Wij moeten dus alles in het werk hebben gesteld eigenlijk in Nederland om de informatie van onze inwoners te verkrijgen. Pas als aan dat uitputtingsvereiste voldaan is, dan kunnen wij aan onze bevoegde autoriteit in Almelo vragen om gegevens uit te wisselen met de landen waarmee wij deze verdragen hebben. En ik meen me te herinneren dat ook de aantallen bijvoorbeeld ook met uw Kamer al verschillende keren, laat me zeggen, gedeeld zijn. Als ik terugkijk naar, laat me zeggen, 10 jaar geleden, dan kregen we ontzettend weinig informatie uit landen die we allemaal kennen, waar die vermogens verhuld worden. Nu 10 jaar verder gaat het al een stuk beter. En als ik zie wat voor prachtige antwoorden we hebben van landen als Liechtenstein, Guernsey, Jersey, Curaçao krijgen, dan zijn we daar ontzettend mee geholpen. Dus die TIA's werken wel degelijk, maar we hebben het dan telkens over enkele gevallen, enkele tientallen gevallen. Maar we hebben het niet over de hele grote hoeveelheid van structuren met APV's, met afgezonderde particuliere vermogens, waar we het in de praktijk wel over hebben. Maar die TIA's werken dus wel degelijk, maar je moet daar ook geen wonderen van verwachten. Want we vragen nogal wat van het buitenland, van een kleine administratie met weinig know-how, en die eigenlijk alleen maar feitelijke vragen kunnen beantwoorden. Die kunnen niet voor ons bijvoorbeeld gaan onderzoeken of een vennootschap in het buitenland geleid wordt. Want dat is een fiscale kwalificatie, maar ze kunnen ons wel documenten verstrekken. Maar ja, u weet het waarschijnlijk, van hele belangrijke beslissingen worden vaak geen documenten vastgelegd. En dat is heel lastig. Alleen de formele documenten worden vastgelegd, maar niet hoe bijvoorbeeld besluitvorming tot stand komt. En daar gaat het om waar het om bijvoorbeeld het beoordelen van feitelijke vestigingsplaatsen gaat. Iets over de duur. Over de duur, ja, u vroeg nog iets over de duur. Over het algemeen gaat dat vrij rap. We hebben het dan niet meer over jaren, we hebben het niet over jaren, maar we hebben het over maanden. En ook onze bevoegde autoriteit die rappeleert ook echt regelmatig en die gaat bellen om die informatie te krijgen. Dus dat gaat best vlot. Dank u wel. Stel ik voor dat we naar de volgende vraagsteller gaan. Dat is de heer Grashoff. Ja, voorzitter, ik zou een vraag willen stellen aan de heer Nagelmaker. Als ik het position paper van Holland Quester lees, dan schetst dat een optimistisch beeld over de ontwikkelingen in de trustsector, in elk geval binnen uw vereniging, waarin het geïntroduceerde keurmerk een belangrijke rol speelt. U stelt ook onder meer dat vanaf 1 januari 2017 al uw leden dat keurmerk ook moeten hebben. En u stelt ook dat bijvoorbeeld particuliere vermogens op basis van Nederlandse regels al volledig inzichtelijk zijn. Ik neem aan dat u dat dan ook deelt met de Belastingdienst waar dat aan de orde is. Dus je zou bijna zeggen, what's the problem?
Daar staat een beetje tegenover het beeld dat in het position paper van de Nederlandse Bank wordt geschetst, waar flinke zorg geuit wordt over de situatie in de trustsector, waarin onder meer wordt opgemerkt dat in elk van 2015 nog heel erg veel bedrijven geen keurmerk hadden, dat het wel verbeterd, maar nog zeker niet tot een goed eind is. En waarin ook gezegd wordt dat bijvoorbeeld naar aanleiding van Panama Papers er gerichte acties richting verschillende financiële instellingen zijn geweest. We weten ook dat in die Panama Papers onder meer ook enkele van uw leden in elk geval gefigureerd hebben. Kunt u mij nog eens uitleggen hoe moet ik nou de balans tussen die twee zien? Wie heeft er gelijk, zal ik maar zeggen. De heer Nagelmaker. Voorzitter, het keurmerk zoals dat door de trustsector is ingevoerd, althans door Holland Questor voor een deel van de trustsector, het betreft inmiddels een veertigtal leden, dat is begin dit jaar is dat ingegaan en in het eerste kwartaal van dit jaar zijn de eerste keurmerken uitgereikt. Inmiddels is het zo dat er 24 leden dat die een keurmerk hebben verkregen en een aantal leden zijn nog in het proces tot eventuele verkrijging van dat keurmerk. En eind van dit jaar zal blijken hoeveel leden uiteindelijk dat keurmerk hebben verkregen. De leden die dat keurmerk niet hebben verkregen per 1 januari 2017 kunnen geen lid meer zijn. En als er geen terugtrekking is op dat moment zal er dus rooiement volgen. Dat ten aanzien van het keurmerk. Het keurmerk richt zich op onder andere transparantie. En die transparantie betekent dat informatie die verzameld wordt door het trustkantoor in haar uitoefening van de functie, dat die informatie beschikbaar moet zijn voor de daartoe bevoegde autoriteiten. Zoals we in de position paper ook hebben opgemerkt, is het zo dat alle informatie van het trustkantoor, dat die inzichtelijk is, sowieso voor de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank heeft in principe vrij toegang tot deze gegevens. En kan elk moment, elke dag kan langskomen als daartoe reden is. Waar het gaat om de Belastingdienst is die informatie ook inzichtelijk. Daar is een speciaal artikel voor, artikel 43, meen ik AWR, waarin alle gegevens van het trustkantoor, of dat nu betreft het cliëntdossier, of dat nu betreft het acceptatie, CQ, het compliance dossier van de betreffende cliënt, ook die informatie is inzichtelijk. En die informatie die wordt vastgelegd en kan dus ook door de Belastingdienst geraadpleegd worden indien daartoe aanleiding is. Dat gebeurt dan wel via de, dan is er al sprake van een wat verzwaarde procedure, maar die informatie is beschikbaar. Wat de zorg van DNB betreft, ik denk dat de heer Eldersson daar zelf beter uitspraken over kan doen. Wij hebben wel op die zorg gereageerd. Het keurmerk is, zoals u ook in het position paper heeft kunnen lezen, de eisen daarvoor die worden verder geëvolueerd en die zijn dus ook verder verzwaard. En het keurmerk is overigens ook niet iets wat iedereen eeuwig en voor altijd krijgt. Je moet het iedere 2 jaar opnieuw verdienen. Er gebeuren visitaties. Die visitaties die gebeuren door onafhankelijke personen. Die geven daarvoor een rapport. Dat rapport wordt door de stichting, het bestuur van de stichting ACTO beoordeeld. Het bestuur van de stichting ACTO is volledig onafhankelijk van Holland Questor. En die geeft dus ook een onafhankelijk oordeel af over dat keurmerk. En zoals in het keurmerk nadrukkelijk staat, hetgeen in de maatschappij leeft en hetgeen in de maatschappij tot uitdrukking komt, willen we ook in het keurmerk opnemen. En als er dus zorg is, of als zou blijken dat er nog redenen voor zorg zijn, dan zal dat ook in het keurmerk tot uitdrukking komen. De heer Grashof. Ja, voorzitter, nog even op dat keurmerk en de beschrijving die u geeft in het position paper. Dan citeer ik. Trustkantoren hebben hierbij te opereren binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk acceptabel is. Wat maatschappelijk acceptabel is, wordt door alle stakeholders op eigen wijze ingevuld en beweegt mee met de tijd. Verschillen van opvatting ontstaan die waarschijnlijk zullen blijven bestaan. HQ-leden maken bij hun integriteitsanalyse zelf de afweging hoe zij dit begrip definiëren en vertalen in hun bedrijfsvoering. Dat lijkt mij een hele open formulering die in de richting gaat dat u wel zegt u moet goed nadenken, beste leden. Maar wij hebben eigenlijk niet collectief een moreel kompas. Wij geven u niet duidelijke richtlijnen mee over wat wel en niet aanvaardbaar is. Klopt dat? De heer Nagelmaker.
Voorzitter, dat klopt niet. Eén ogenblik, sorry. Je Grashof, microfoon uit als u is. Nogmaals eens even voor de registratie, want het systeem gaat. Dank u wel. Dat klopt niet. Dat is niet wat er in het wat er niet staat. Althans, dat is niet wat er bedoeld wordt. Wat er nadrukkelijk staat, hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, is een open norm. Dat is ook een open norm die dus ook ingevuld moet worden in de dagelijkse gang van zaken en bij concrete vraagstukken. Het is altijd mogelijk bij open normen dat er binnen de maatschappij dat er verschillende stemmen bestaan ter invulling van die norm. Het trustkantoor dat met die norm geconfronteerd wordt, moet daar rekening mee houden, maar moet daarbij rekening houden met alle stakeholders. Die stakeholders zijn zeer verschillend. Die stakeholders zijn enerzijds zijn dat cliënten, dat is de Nederlandse bank, dat is de maatschappij in Nederland, dat is de maatschappij lokaal daar ter plekke. Het, het kan zijn NGO's die daar met opmerkingen komen of met informatie komen. Al die informatie die wordt gewogen. En in die weging wordt ook vastgelegd vaak in acceptatievergaderingen van trustkantoren. En in die weging wordt dan toetsbaar, en dat is voor de Nederlandse bank dan ook inzichtelijk, hoe en op welke wijze het trustkantoor tot invulling van die open norm is gekomen. Daarbij worden heel nadrukkelijk ook morele en ethische vraagstukken meegenomen. Als het gaat bijvoorbeeld om de acceptatie van de cliënt of de uitvoering van de transactie, wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met zaken die niet direct fiscaal georiënteerd zijn. Het kan bijvoorbeeld zaak zijn dat je rekening houdt met hoe een bepaalde organisatie zijn eigen governance heeft georganiseerd, hoe een bepaalde organisatie zijn eigen veiligheidsbeleid heeft georganiseerd en dergelijke. Dus het is een breed spectrum waarmee rekening wordt gehouden en wat uiteindelijk leidt tot invulling van de norm hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Meneer de voorzitter, zou ik daar iets over op mogen merken? Past dat nu? Dat is jou hoor, zeker. Ja? Meneer Roering. Meneer Nagelmaker triggert mij toch als hij vertelt dat, dat er bij hem op kantoor cliëntacceptatiedossier, of tenminste dat er gecheckt wordt op cliëntacceptatiedossiers. Dat zijn hele belangrijke dossiers, ook voor de Belastingdienst. Ik kijk even naar meneer Groot, die vroeg ook net wie is eigenlijk de achterligger. In dat cliëntacceptatiedossier, daar staat heel vaak wie de achterligger is. Nou is het echter niet zo dat de Belastingdienst bij bijvoorbeeld Holland Questor kan gaan komen kijken wie er in dat cliëntacceptatiedossier als UBO vermeld staat. Want meneer Nagelmaker zei namelijk heel duidelijk erachteraan als daartoe aanleiding is. En dat betekent dus eigenlijk dat de Belastingdienst als die aan Holland Questor zal gaan vragen, mag ik eens in die cliëntacceptatiedossiers gaan kijken of daar Nederlandse belastingplichtigen in voorkomen, die, waarbij het mogelijk voor de belastingheffing van belang kan zijn wat voor informatie daar ligt, dan zal ik als inspecteur te horen krijgen, dit is een phishing expedition. U krijgt geen toegang, er moet daadwerkelijk een aanleiding zijn. Dat betekent dus dat de Belastingdienst ergens een structuur gedetecteerd moet hebben, wat heel moeilijk is, hè, wat we geschreven hebben, moet dus ergens gedetecteerd zijn. En dan moet er ook nog voor ons een link zijn dat er bijvoorbeeld informatie in Nederland zou kunnen liggen die wij graag zouden willen inzien. Maar het idee dat wij dat dus op deze wijze de Belastingdienst toezicht houdt, dat is in mijn ogen geen, vanuit mijn perspectief als belastinginspecteur, geen juiste voorstelling van zaken helaas. Ik wil graag meneer Nagemaker nog even gelegenheid geven te antwoorden. Ja, dank u wel voor deze gelegenheid. Ik heb niet gezegd dat de Belastingdienst toezicht houdt. Ik heb gezegd dat de Belastingdienst inzage kan krijgen indien daartoe aanleiding is. Dus, en daar zou ik het bij willen laten. Ga ik toch door naar de volgende vraagsteller, dat is de heer Van Weyenberg. Ja, voorzitter, soms zijn korte antwoorden ook veelzeggend, zeg ik even terzijde. Mijn vraag, voorzitter, is aan de heer Eldersson. En die gaat vanzelfsprekend vanwege zijn rol over de Nederlandse Bank. Nog niet zo heel lang geleden hield u daar een speech voor de trustsector. En daar gebruikte u woorden die ik de toezichthouder zelden hoor gebruiken. Ik citeer er drie. Er is een discrepantie tussen woord en daad. Het is tijd dat u dit onder ogen ziet. Ontkenning is geen goede strategie. En de derde citaat. Woorden die zonder betekenis blijven zijn holle vragen. Woorden die niet overeenstemmen met de werkelijkheid doen meer kwaad dan goed. Dat roept bij mij, voorzitter, drie specifieke vragen op aan de heer Eldersson. De eerste is hoe hij dan ook het verhaal van de heer Nagelmaker, inclusief het gebruik van het certificaat, nou beoordeelt.
En ook in de wetenschap dat een hele grote groep tussenkantoren natuurlijk ook geen lid is van Holland Questor. De tweede is wat de zeer kritische woorden nou eigenlijk zeggen over de toezicht van de Nederlandse Bank zelf de afgelopen jaren. Hoe beoordeelt u nou dat? En de derde vraag die ik daar nu bij zou willen stellen is dat er komt een nieuwe wet aan. Is die wat u betreft nou afdoende? Of zegt u nee, ik heb eigenlijk nog heel veel meer nodig om die rol adequaat te kunnen vervolgen? Graag even specificaties van de wet, ook even voor de mensen op de tribune waar u refereert. Sorry, de nieuwe wet op het toezicht op de tussenkantoren waar de heer Omtzigt echt van slag van is. Ja. Terwijl de Kamerleden even aan het dweilen zijn. Meneer Eldersson. Dank u wel, voorzitter. Ik wacht even tot de geachte vraagsteller zover is dat... Vaak gaat het bij Centrale Bank over liquiditeit, maar nu gaat het over iets anders. Misschien is u stelt meteen drie vragen. Is het goed als ik enige context schets over wat wij doen in ons toezicht? En dan kom ik daar vanzelf op. Kijk, als wij nadenken over de trustsector, dan zijn de diensten en de activiteiten die de trustsector verleent vanuit een integriteitsrisicosperspectief, en daar hebben we het over, een integriteitstoezicht, inherent hoog. Zo staat het ook in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel. Inherent hoge risico's. En dat is ook niet voor niks. Dat komt omdat we het hebben over internationale vaak constructies. Daar zijn vaak offshore jurisdicties bij betrokken. We zien dat er asset protection structuren in opkomst zijn. En vaak is het zo dat er ook niet een persoonlijk contact is met de klant of met de UBO. Deze aspecten maken dat het gaat om een hoog risicovolle activiteiten. Zijn die activiteiten daarmee verboden? Nee, geen zins, maar hoge risicoactiviteiten vergen ook een hoge mate van risicomitigering, zoals wij dat noemen. Dus het aanpakken van de risico's. Nou, wat doen wij dan als DNB? Hoe houden wij toezicht? Wij kijken naar de vraag of trustkantoren in dit specifieke geval inzicht hebben in die risico's. Hebben ze die risico's op een integrale, allesomvattende manier in kaart gebracht? Dat noemen we dan eens een beetje een vakterm, maar dan kijken we naar de SIRA, de systematische integriteitsrisicoanalyse. En dat gaat helemaal niet om ingewikkelde dingen vaak. Vaak is dat heel eenvoudig. En dan moet je gewoon nadenken over de vraag van zijn er fiscale risico's? Zijn er risico's op terrorismefinanciering? Zijn er risico's op witwassen? Zijn er risico's op belangenverstrengeling? Zijn er risico's op corruptie? En je probeert dat op een integrale manier in kaart te brengen. Als je dat helemaal hebt gedaan, dan is het zaak vervolgens om die risico's zoveel mogelijk naar beneden te krijgen, te mitigeren. Dat doe je door beleid, procedures en maatregelen daarop te zetten. Denk aan client due diligence, dus ken uw klant, het maken van een klantprofiel, het op orde hebben van een klantdossier en transactiemonitoring. Gaan de transacties die door die klant worden gedaan, passen die bij het klantprofiel wat je hebt gemaakt op basis van dat onderzoek wat je van tevoren hebt gedaan? Verder kijken we naar de vraag, dus wat je nodig hebt is zo'n integrale risicoanalyse. Wat je nodig hebt is een beleid om die risico's te beheersen. En wat we ook graag zien is dat er een soort feedback loop tussen zit, zodat er een evaluatie is en die risicoanalyse op die manier ook steeds beter wordt. Verder kijken we naar, zijn de lines of defense, zoals we dat noemen, dus een interne audit, een compliance rol, een externe accountant, spelen die hun rol? En als vijfde element wordt een en ander aangestuurd door betrouwbare en geschikte bestuurders. Ik noem dit met zoveel woorden, omdat het vaak om heel basale dingen gaat waar wij nog op stuiten. Daar zal ik zo nog wat meer over zeggen. Wat is nu ons oordeel? Heeft dat kunnen lezen? Als wij op deze manier kijken naar trustkantoren, en dan is ons oordeel, en dat is waar, en dat zal ik ook niet verhelen, is dat wij vinden dat dit inadequaat is. Inadequaat. Ik noem een voorbeeld. We hebben gekeken naar 27 trustkantoren eind vorig jaar, begin dit jaar. En dan hebben we gekeken naar die integrale risicoanalyse. En van die 27 trustkantoren waren er 7 die zichtbaar voor ons hadden nagedacht over fiscale risico's. 7 van de 27.
We hebben in eerdere publicaties, we maken van die nieuwsbrieven om de zoveel maanden, hebben we ook gezegd dat als wij naar verschillende activiteiten kijken, dat heeft dus te maken met ken uw klant, maar dat heeft ook te maken met klant due diligence en de transactiemonitoring, wat ik zeg. Dan zien we van de 5 kantoren waar we naar kijken, zijn er 3 waar we ernstige bevindingen hebben en 2 waar we toch ook nog bevindingen hebben. En nogmaals, dit gaat om basale dingen. Dit heeft niet te maken met waar zo even aan werd gerefereerd, een algemene norm van handelt het trustkantoor nu in lijn met maatschappelijke betamelijkheid. Want daar kan je een boom over opzeggen, wanneer is dat nou, wanneer is dat niet, kan je dan handhaven, kan je niet handhaven. Daar heb ik het nu niet over. Het gaat om simpele dingen als het op orde hebben van je klant due diligence dossier. Nou, wat doen wij nu als strategie? U vroeg daar ook naar. Verschillende dingen. We zijn in de loop der jaren, hebben we een groot aantal onderzoeken gedaan, zowel bij individuele trustkantoren als ook thema-onderzoeken over tal van thema's. Daar publiceren we vervolgens over, daar geven we ook guidance documenten en good practices komen daarmee naar buiten. We zijn in toenemende mate gestreng gaan handhaven, u heeft daar cijfers over gezien. En we hebben op een gegeven moment ook een oproep gedaan tot een wetswijziging, een versteviging van de wet. Daar kan ik zo nog iets specifieker over zijn. Wat betreft het keurmerk. Over het keurmerk zijn wij op zichzelf gezien buitengewoon positief. Ik denk dat wij als toezichthouder in zijn algemeenheid, dus even helemaal los nog van de trustsector, maar in zijn algemeenheid, het altijd toejuichen als sectoren uit eigen beweging een eigen verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk moet u zich ook voorstellen dat dat ook de enige manier is wat toezicht uiteindelijk effectief in kan zijn. Het gaat erom uiteindelijk dat een sector eigen verantwoordelijkheid neemt, normen en waarden in het DNA incorporeert en in termen van toon at the top, van top tot teen zeg ik vaak, zorgt dat dat wat die wet van ze eist daadwerkelijk wordt nageleefd en niet alleen maar omdat wij daar achteraan zitten. Dus wij juichen het toe als een sector eigen verantwoordelijkheid neemt. Wij denken, en dat heb ik in die speech waar u aan refereerde ook met zoveel woorden gezegd, dat als je leest wat daar staat, de woorden, de opzet, daar staan de goede dingen. Het is zo opgezet zelfs dat er wordt gezegd, je moet denken in termen van een soort huis. En dan is de wet en regelgeving, ook de lagere regelgeving, ook het toezicht van de Nederlandse Bank, is het fundament. Maar wij, staat er dan, als Holland Questor en als keurmerk, wij gaan verder. Wij stellen hogere eisen. Dus hoe kan je daar als toezichthouder op tegen zijn? Integendeel, wij juichen dat toe. Wat ik er ook bij heb gezegd, is dat als dit de woorden zijn, dan is het natuurlijk uiteindelijk zaak, en ik begrijp ook Holland Questor kan geen ijzer met handen breken, maar uiteindelijk is het natuurlijk zaak dat de sector niet alleen maar goede woorden spreekt, maar uiteindelijk ook de daad bij die woorden voegt. En als ik dan kijk op dit moment, als wij toezicht houden en bij verschillende trustkantoren over de vloer komen, dan zien wij op dit moment in wat wij aantreffen geen materieel onderscheid tussen leden van Holland Questor en niet-leden van Holland Questor. En we zijn op dit moment ook bij een viertal leden van Hel Holland Questor die inmiddels een keurmerk hebben gehad over de vloer en hebben ook daar ernstige bevindingen. En dus we zijn er nog niet. Ik hoor de heer Nagelmaker naast mij zeggen dat er inmiddels, ik wist dat niet, maar inmiddels een keurmerk 2.0 is. Als ik kijk op de website is dat nog het keurmerk 1.0 zoals ik het ken, maar kennelijk is daar weer een stap gezet. Voor ons is uiteindelijk het belangrijkste niet zozeer een keurmerk in woorden 1.0 of 2.0, maar daden 1.0 of 2.0. En nogmaals, dat is een proces en ik begrijp ook, en wij realiseren ons bij de Nederlandse Bank ook, dat niet alle trustkantoren lid zijn van Holland Questor. Onze hoop is dat dit keurmerk daadwerkelijk van de grond komt, maar wij houden daar vinger aan de pols. En op dit moment zien we dat verschil helaas nog niet, maar wat niet is, kan komen. Ik wil tot slot een derde deel. Ik wil even vragen om ook om af te ronden, maar de derde deel van de vraag heb ik u nog niet over gehoord. Dat is of die nieuwe wet, wat daar, of dat een vooruitgang gaat zijn of niet. Ja, dank u wel. Wij zijn groot voorstander van de nieuwe wet. Wij denken dat om verschillende redenen. Ten eerste wordt het op punten makkelijker om een vergunning in te trekken. Dat klinkt misschien contra-intuïtief, maar wij zijn vaak
vanuit de sector ook benaderd, ook wel de Holland Questor, met de vraag van kunnen jullie niet strenger zijn op wat dan vaak, ik zag het ook in het position paper, wordt genoemd, niet zozeer de woorden van de toezichthouder, maar ik gebruik ze hier omdat ik ze las in het position paper om de rotte appelen eruit te halen. Dat is een beetje technisch, maar het is nu wat ingewikkelder om een vergunning in te trekken voor een trustkantoor dan dat is voor andere financiële instellingen. Dus dat wordt gelijk getrokken in die wet, dat gaat helpen. Twee dagelijkse bedrijfsbepalers gaat helpen. En wat ook gaat helpen, is onze hoop, is dat wij denken dat het zinvol is om een wettelijk haakje te creëren, en die wordt nu in dit wetsvoorstel gecreëerd, om bepaalde structuren die met name erop zien om anonimiteit te bewerkstelligen aan de ene kant, maar ook structuren waarbij er sprake is van een wel heel grote afstand tussen het trustkantoor aan de ene kant en de doelvereniging aan de andere kant. Specifieker gezegd, nominee aandeelhoudersstructuren, toonder aandelenstructuren, structuren met cv's, maar ook doelvennootschappen met operationele bijkantoren in het buitenland. Dat zijn voorbeelden waarvan je zou zeggen, die zouden, of bepaald gebruik daarvan, zou daarmee toekoer kunnen worden aangepakt, zodat we daar grotere stappen kunnen maken dan dat je maar keer op keer per kantoor moet kijken. Dus wij denken dat dit wetsvoorstel stappen in de goede richting zet. De vraag was denk ik heel specifiek, heeft de heer Elderson dan verder helemaal geen enkele wens meer? Uiteindelijk gaat dit alleen maar werken als de sector eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat geldt in alle sectoren, maar dat is ook hier. Ik denk dat de sector voor een deel dat probeert te doen. In zoverre als wij daar aan bij kunnen dragen, proberen we dat ook. Ik heb in die speech ook in die zin het concept van dat keurmerk omarmd. Maar het is zaak dat die woorden ook zichtbaar met daden worden gevolgd. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Van Meijenberg, tweede instantie. Ja, voorzitter, ik hoorde de heer Elderson zeggen, het gaat helpen en uiteindelijk moet de sector ook zelf dingen doen. Maar je kunt natuurlijk ook de stelling betrekken dat als het maar niet zelf komt, dat je het dan in de wetgeving doet. Dus ik snap de hoop, en die deel ik ook, dat de tussensector zelf stappen zet. Maar mijn vraag was inderdaad wel zo precies. En ook het feit dat wat u net zelf aankaart, over dat zelfs bij de keurmerkleden van Holland Questor er toch weer ernstige bevindingen zijn. Of dan die wet niet gewoon nog veel strenger moet dan die nu in consultatie lag. Dus ik snap uw hoop, maar mijn vraag was toch, en ik herhaal hem dan maar even voor de scherpte, of eigenlijk er dan gewoon niet een strenge wettelijk kader nodig is als blijkbaar het zo moeilijk tot stand komt. Dat was mis. En dan heb ik nog een tweede, wat bredere, maar kleine vervolgvraag. Er stroomt heel veel geld in Nederland. We hebben het nu erg over de tussensector, maar ik wilde dat toch ook nog even kijken naar de bankensector. Als je ziet dat er via allemaal regelingen 9000 miljard dollar door Nederland stroomt. En ook geld van Nederlandse belastingplichtigen naar het buitenland gaat. En tegelijkertijd blijkt uit heel veel onderzoek dat heel veel van de offshore diensten het geld uiteindelijk weer onshore wordt gestald. Dan komt het eigenlijk nog een keer in beeld, namelijk bij die banken waar onshore wordt gestald. In ieder geval als het Nederlandse banken zijn. Hebt u nou in dit soort constructies waarin Nederlands geld offshore gaat en uiteindelijk weer onshore in Europa bij banken wordt gestald, dan aan die bankenkant in de toezicht voldoende zicht op wie daar nu bijvoorbeeld, hoe die constructies werken? Want dan komt u eigenlijk twee keer als toezichthouder in beeld. De heer Elderson. Dank u wel. Ik denk dat het antwoord, u zei het zo even al in een kort tussenzinnetje op deze vraag, eigenlijk vrij kort is. Ik denk niet dat wij daar in zijn algemeen zodanig zicht op hebben dat ik hier daar in termen van getallen, et cetera, over zou kunnen praten. Zoals ik daarnet probeerde uit te leggen, wij kijken heel vaak aan de voorkant. De voorkant van hebben financiële instellingen, ik sprak over trustinstellingen, maar dat geldt ook voor banken, maar dat geldt trouwens ook voor verzekeraars, pensioenen. Hebben zij hun integriteitsrisicoanalyse op orde? Hebben ze hun klantdossiers op orde? Is de transactiemonitoring op orde? En de maatregelen die wij opleggen en hebben opgelegd in het verleden, en dan moet u denken aan aanwijzingen, dan moet u denken aan last onder dwangsom, dan moet u denken aan boetes en dan moet u denken aan de intrekking van vergunningen. Die maatregelen die zien eigenlijk allemaal op deze basale dingen en niet op meer achterliggende zaken waar wij denk ik nog niet eens aan toe zijn gekomen. Nog even terug naar de wet. Zegt u, is de wet nu een panacee?
Mijn antwoord daarop zou zijn, een wet is nooit een panacee. Een wet moet een zinvolle bijdrage leveren aan de wens die we met z'n allen hebben. Ik denk dat uiteindelijk de wet, er was nog één element wat ik zo even niet noemde, wat ook nuttig zal zijn, is dat wij de mogelijkheid krijgen om boetes en dwangsommen ook te publiceren. En de generaal preventieve werking, dus de afschrikwekkende werking daarvan, zal denk ik ook nuttig zijn. En ik denk uiteindelijk toch dat het een combinatie zal zijn van gestrengd toezicht, en daar staan wij voor, een goede wet. En ik denk dat deze wet flinke stappen in die richting zet. En een sector die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En daar heb ik zo even het een en ander over gezegd. Goed, hiermee beëindigen we deze eerste vragen. Heer Elderson, kunt u uw microfoon uit? Pardon. Ja, dank u wel. Ik kijk even naar de Kamerleden die nog niet aan het woord zijn geweest, maar wel bij de onderwerpen nu nog even blijven zoals die in de eerste opzet zijn gegeven. Ik zie de heer Marquise, ik zie mevrouw De Vries en mevrouw Schouten. Dan doen we het ook in deze volgorde. Heer Marquise, graag even op de onderwerpen die we nu hebben gehad. Dus we hebben inzicht in het gebruik van constructies, zeg ik even mijn woorden. De informatieverschaffing, dat is de heer Groot. Het keurmerk en het beeld van de trustsector zelf versus de Nederlandse Bank. En het toezicht van de Nederlandse Bank, daar hebben we tot nog toe over gehad. Heer Marquise als eerste. Dank u wel, voorzitter. Ja, met name met het laatste. Het is natuurlijk zo, toezicht op de trustsector is natuurlijk veel breder. We hebben het hier vaker over gehad. We hebben het hier specifiek over de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. Daar zit ik eigenlijk al meteen met de eerste vraag van de heer Roerink. Die kwam daar even op. Van ja, wij hebben eigenlijk geen inzicht in die cliëntacceptatie dossiers. U heeft geen inzicht in. Ik vraag me überhaupt af, zou u graag meer inzicht willen hebben in hoe trustkantoren met zaken omgaan? Of zegt u nee, dat is niet mijn pakje aan, dat doet de Nederlandse Bank wel, die natuurlijk wel er met een andere insteek naar kijkt. En ik zou juist bij de Nederlandse Bank dan de vraag hebben van als het gaat om de uiteindelijk gerechtigden, want dat is natuurlijk wel een belangrijke, met name als het gaat om belastingontwijking aanpakken. Je wil weten wie de uiteindelijk gerechtigde is. Is het nou zo dat men eigenlijk alleen maar hoeft aan te tonen dat men zijn uiterste best heeft gedaan om erachter te komen? Of moet men het ook gewoon weten? Moet men ook gewoon uiteindelijk weten wie de uiteindelijk gerechtigde is? En als men het niet weet, dan gaat men niet in zee met deze klant. Ik heb mijn vraag eigenlijk aan de heer Elderson en de heer Roerink gevraagd. Heer Roerink. Dank u wel voor de vraag. Misschien moet ik toch nog één verschil helder maken. Er is een verschil tussen een trust en een trustkantoor. Een trust, dat is eigenlijk niet meer dan een overeenkomst. Is vergelijkbaar met een foundation of een stiftung of een anstalt of een Antilliaanse stichting particulier fonds. Dus dat zijn allemaal hybride rechtsfiguren. Die zijn doorgaans gevestigd in het buitenland. Een trustkantoor, daar hebben we het over. Laten we zeggen, de kantoren die administratie houden voor vennootschappen in Nederland. Waar we het nu over hebben, over het exposé van meneer Nagelmaker en van meneer Elderson. En daar hebben wij normaal gesproken geen contact mee. Want wij zijn geïnteresseerd in die informatie die juist in het buitenland ligt. Toch kan het natuurlijk in individuele gevallen zo zijn dat er belangrijke informatie ook in Nederland ligt. Want we hebben het nog steeds over inwoners van Nederland. En hoe makkelijk is het om te corresponderen met, laten we zeggen, een trustkantoor hier in Nederland. Welk trustkantoor bijvoorbeeld een zusterorganisatie in het buitenland heeft. Dus het kan in individuele gevallen zo zijn dat het voor ons heel erg belangrijk is om toch inzage te krijgen in die dossiers. Daar wil ik het even bij laten. Als dat een afdoende antwoord is op uw vraag. Eerst de heer Elderson dan. Oh, en heeft u die op dit moment niet? Eerst even de heer Elderson en dan kunt u vervolgen. Voorzitter, ja, ik kan denk ik heel kort zijn. Voor wat betreft, kijk, als wij in een onderzoek dat wij doen naar klantdossiers zouden stuiten op een zaak waarvan wij
het gevoel hebben van hier, hier zou iets spelen wat niet door de beugel kan, dan bestaat er voor ons altijd de mogelijkheid om dat in het verband van het VEC, het Financieel Expertisecentrum, waar we met een aantal andere overheidspartijen samenwerken, en dus ook met de Belastingdienst, om die informatie te delen. Dus dat is het antwoord op het eerste deel van de vraag. Wat betreft de zekerheidsmate waarbij een trustkantoor iets moet weten, dat is heel mooi uitgelegd in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Daar wordt gezegd dat de zaken die je met zekerheid kan weten, daar is een resultaatsverplichting. Dat moet je zeker weten hoe het zit. En andere zaken, daar ligt de lat ietsje lager, maar nog steeds heel hoog. Want dan gaat het erom dat je dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet. Nou wil het zo het geval dat een UBO, dus de Ultimate Beneficiary Owner, dus degene naar aanleiding waarvan u uw vraag stelde, meneer Marquise, die hoort in die eerste categorie. Dus dat moet je met zekerheid weten. En als je dat niet met zekerheid weet, dan moet je doen wat de heer Koelewijn helemaal in het begin van zijn eerste interventie al zei. Toen hij zei dat in toenemende mate trustkantoren ook hebben geleerd om nee te zeggen. Nou, dat is dan zo'n geval. Dan moet je nee zeggen en dan verleen je de dienst gewoon niet. Heer Marquise. Ja, dat is een heel helder antwoord. Ik had eigenlijk alleen nog een vraag aan de heer Roerink. Want hij zei van ja, wij willen dat weten. Maar heeft hij dan op dit moment ook daar voldoende mogelijkheden toe? Ik kan zeggen dat wij daar onvoldoende mogelijkheden voor hebben. Omdat wij moeten opboksen tegen argumenten. Als wij bij een Nederlandse partij bijvoorbeeld komen waar die truststructuur niet afgenomen is, maar waarbij het bijvoorbeeld wel om een zusterorganisatie gaat, dat wij te horen krijgen, het is niet onze klant. Wij houden daar geen dossier van bij. We kunnen dat niet toetsen. We krijgen antwoorden over, het is niet voor de belastingheffing van belang. We zijn gehouden aan, laten we zeggen, interne voorschriften dat die dossiers elders liggen. Ik kan het allemaal op dit moment niet zo snel bedenken, maar er komt een heel, laten we zeggen, spervuur aan verdedigingslinies. En als meneer Nagelmaker ons duidelijk maakt dat er eigenlijk een hele open houding is en dat wij daar wel degelijk welkom zijn, zonder de toevoeging als daartoe aanleiding is, dan zou u ons een heel groot plezier doen. Ja, het is toch niet zo dat u dat van Holland Questor vraagt, van de branchevereniging? Het is toch zo dat u dat van de trustkantoren vraagt? We vragen natuurlijk van de trustkantoren zelf, ja. Maar. Dan is de volgende vraagsteller is mevrouw De Vries. Sorry, mevrouw Schouten? Oh, de heer Koenewijn wil toevoegen, ja. Ik wil even inspelen op wat de heer Eldersson zegt. Die heeft het over zekerheid of met een waarschijnlijkheid of zeer grote zekerheid. Het moet absoluut zeker zijn. Nou, ik moet constateren, ik heb uitvoerig met een aantal trustkantoren gesproken, dat je op een gegeven moment houdt het zeker weten op. Dat betekent, je kunt een klant hebben uit een ver land en die zegt dat hij meneer Huan Tan is, ik verzin maar de naam. Er zijn in China ongeveer 5000 mensen die zo heten. Daar kun je googlen, kun je gegevens opvragen. Maar je vergist natuurlijk in het feit dat je, waar het gaat om buitenlandse partijen, zit met zogeheten failing states. Men heeft die informatie vaak niet eens of men kan dat toch versluieren. Dus dat aspect van wat is zeker hangt ook af van de vragen die je stelt. En als je vragen niet doorstelt, dan denk je dat je het zeker weet, maar ondertussen weet je het niet zeker. En dus ik vind dat een heel moeilijk te interpreteren begrip. Is ook regelmatig bij eerste gesprekken met trustkantoren aan de orde gekomen, dat ik dacht, ja, je hebt onderzoek ingesteld, maar had je nog niet één slag dieper kunnen gaan. Maar dan stuit je op hele grote problemen, wat je vanuit Nederland je niet kunt voorstellen, maar ja, het ontbreken van een handelsregister of het ontbreken van de burgerlijke stand of een corrupte buitenlandse belastingdienst. Ik noem maar een paar obstakels. De heer Eldersson wilde ook nog even daarop reageren. Nou ja, kijk, ik denk dat je twee kanten op kunt redeneren. En dat is uiteindelijk, denk ik, een functie van maatschappelijke appetijt, zou ik maar zeggen, wat we hier in Nederland met elkaar willen op dit punt. De wet is heel duidelijk. Die zegt, trustkantoren zijn poortwachters. Poortwachters staan voor de poort van de stad en moeten zorgen dat niet iedereen, het zijn geen welkomstcomité's. Dus die moeten af en toe ook nee kunnen zeggen tegen iemand die langskomt. En
dat is op dit moment al de huidige regelgeving. Dus het is waar. Natuurlijk is het zo dat het onder omstandigheden buitengewoon ingewikkeld is om precies te weten of inderdaad je gravend en wel uitgekomen bent met de ultimate beneficial owner in Wit-Rusland. Of noem nog eens een andere jurisdictie. Maar de implicatie dat dat betekent dat we dan maar over ons hart moeten strijken, omdat er toch heel veel huiswerk is gedaan al, en dat we dus dan maar de poort van de stad open moeten zetten, dat is niet de mijne, maar veel belangrijker nog, dat is ook niet die van de wet. De wet zegt, als je dat dus dan niet met zekerheid weet, dan willen we dat sujet niet in onze stad. De heer Nagemaker wilde nog opmerking maken. Ja, er is inmiddels veel over ons gesproken, dus misschien is het dan goed ook om een keertje met ons te spreken. Want wij zijn voor een zeer open dialoog, zoals we al eerder hebben aangegeven en zoals we ook in onze gesprekken met de diverse Kamerleden hebben aangegeven. Waar het gaat om het punt van het keurmerk. Het keurmerk, de verscherping daarvan en de aanvulling daarvan, die is afgelopen vrijdag bij een algemene ledenvergadering, is die afgestemd. Dat verklaart waarom u het nog niet wist. En die verscherping die zal bijvoorbeeld ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen als verplichting opvoeren. En zal daar dus, het kantoor zal zich daar ook in moeten verklaren. Waar het gaat om het punt van het vaststellen van de ultimate beneficial owner. Daar is het zo dat als kantoor het uitgangspunt is dat je dat of kunt vaststellen. En als je dat niet kunt vaststellen, dan moeten er bijzondere redenen zijn. Die bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat er geen UBO is. Als je bijvoorbeeld spreekt over een beursgenoteerd kantoor, dan kan het heel goed zijn dat dat beursgenoteerde bedrijf geen enkele natuurlijke persoon heeft die meer dan 10% of 25% bezit. In dat geval is er geen UBO, maar ga je dus wel over tot acceptatie van de structuur als er verder geen andere aanleiding toe is. Kan je om redenen van, zoals door de heer Koelewijn geschetst, er absoluut niet achter komen met enige zekerheid, ook niet naar onderzoek door derde partijen, wie die UBO is, dan ga je daar niet mee in zee. Dat is heel helder. Dus dat gebeurt dan ook niet. Dan is nog aangegeven door de heer Eldersson dat er op dit moment bij een aantal kantoren dat er nog steeds bevindingen zijn. Ik denk dat de eerlijkheid mij gebiedt te zeggen dat er altijd bevindingen zullen zijn. Trustkantoren die doen, als ik het zo mag stellen, hun stinkende best om te zorgen dat ze hun taak als poortwachter zo goed mogelijk kunnen invullen. Daartoe, om het woord bij de daad te voegen, zijn ook toon aan de topsessies ingevoerd. Is permanente educatie ingevoerd. En de finale stap, dat zullen we donderdag vieren. Er zal een academische opleiding trustofficer komen die in samenwerking met de Universiteit van Maastricht is ontwikkeld en die dan zijn aanvang zal vinden. Wij nemen onze taken als poortwachter zeer serieus en we zijn continu uit op verbetering. Maar, zoals bij overal, er zullen altijd ergens wel bevindingen zijn. Dat kan ik gewoon niet uitsluiten. Er is een inspanningsverplichting. Ten aanzien van de UBO is er een resultaatsverplichting. Er wordt zeer intensief onderzoek gedaan. En dat onderzoek wordt ook verslag van gedaan. En overigens richting de Belastingdienst. Wij zijn daar altijd bereid geweest tot een zeer open dialoog. We zijn ook altijd bereid geweest om informatie te verstrekken. Ik heb persoonlijk één keer een seminar gegeven bij de Belastingdienst. En ik heb een aantal werkgroepen gegeven bij de Nederlandse Financiële Recherche om die op de hoogte te brengen van wat een trustkantoor doet, hoe ze werkt, hoe ze haar informatie vastlegt en waar die informatie verkrijgbaar is. Dus ik denk dat er wat dat betreft vanuit de trustsector dat er behoorlijk veel daden bij woorden worden gevoegd. Zou ik nog één toevoeging mogen aanbrengen om ook de nuance in beeld te houden? Wij hebben inderdaad de ervaring in een zeer grote zaak dat een trustkantoor ons uitstekend heeft geholpen met het achterhalen van informatie die we hard nodig hadden. Dus die bemerking past ook in dit opzicht. Het kan altijd beter, maar we hebben ook meegemaakt dat het soms heel erg goed is. Dank u wel voor deze toevoeging. Ja, ik zag op dit punt, want anders is mevrouw de Vries en daarna nog mevrouw Schouten, die hebben ook allebei al ingediend. Dus echt op dit punt, de heer Van Weijenberg. Die triggert me, want dan is er dus blijkbaar niet meer iets in de wet wat medewerking op het moment dat u dat wil doet. En is het echt een kwestie van, maar die medewerking die dan vrijwillig wordt gegeven, zou u het liefst ook bij wijze van spreken wettelijk willen kunnen afdwingen? Of zegt u, dat gesprek loopt nu zo lekker met mijn buurman, dit gaan we gewoon breed. Want dit is een heel dubbel signaal, sommigen wel, sommigen niet. Dan wil ik altijd weten, wat kunnen we doen voor degenen die niet mee willen werken? Vandaar, fantastisch als het goed gaat, maar
Het probleem is natuurlijk dat u net ook eerder schetste dat dat helaas niet de meest voorkomende praktijk was. Meneer Van der Klashorst. Dat klopt, maar we willen ook graag een nuance brengen dat het niet allemaal even slecht is. En we hebben een aantal zaken waar we geen informatie krijgen, maar we hebben ook een echt hele grote zaak gehad. Waardoor het trustkantoor, als ze iets anders hadden gezegd, hadden we de informatie niet gekregen, waardoor de zaak niet tot een goed einde hebben kunnen brengen. Dankzij die informatie van het trustkantoor hadden wij weer een extra triggertje om erachteraan te gaan en ook die zaken voor de rechter te kunnen brengen. Dus het is genuanceerd. Ja. Maar de vraag is, als ik het goed heb begrepen, of u daarvoor wetgeving nodig heeft voor de gevallen die negatief uitpakken. Ja, het is een breed palet van toezicht en handhavingen, zoals we altijd zo mooi zeggen. En daarin past inderdaad een goed gesprek met meneer Nagelmaker en zijn mensen. Dat juichen we echt enorm toe. Het is voortdurend samenwerken inderdaad. Maar iedere vorm van handhaving op dat grote palet is echt heel erg. Ieder instrument wat ons aangeboden wordt, is zeer welkom. En, dus dat ook als meneer Van Weijenberg zegt van hoe zit het dan met wetgeving, dan zou ik zeggen van daar moet u bij de staatssecretaris voor zijn. Maar wij zouden het in ieder geval toejuichen. Goed, dan stel ik voor dat we naar de volgende vraagsteller gaan, dus mevrouw De Vries. Ja, het duurt een beetje voort op de eerdere vraag over de informatievoorziening. Want volgens mij is die cruciaal om te kunnen opsporen en wat hard nodig is als het gaat om zwartspaarders. Eigenlijk werd aangegeven de klacht van de lengte van de procedure. Ik vraag me af waar u dan zelf ook zou kunnen versnellen. Want ik merk bij de CCB ook wel een soort terughoudendheid om instrumenten die ze hebben, zoals de informatiebeschikking en het civiel kort geding, om die in te zetten. Is die terughoudendheid terecht? Vraag ik mij dan af als dat echt leidt tot meer informatie. En een tweede deel, er is natuurlijk heel veel informatie beschikbaar bij de Belastingdienst. U krijgt heel veel geldstromen, verschuivingen van geldstromen kunt u volgens mij zien binnen de verschillende aangiftes. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden van big data, het koppelen van systemen. Ik ben wel benieuwd hoe u dat gebruikt om in te zetten, om leads op te sporen, waar u dan vervolgens mee aan de slag kan gaan. Mijn vraag is aan de heer CCB, de heer Van der Klashorst, zie ik. Dank u wel voor deze vraag. Er zijn verschillende onderdelen. De informatiebeschikking zijn wij terughoudend met de procedure opstarten en de beschikking af te geven. Dat heb ik proberen uit te leggen aan de heer De Groot, van dat we niet al te snel daar naartoe willen gaan, want het is erg belastend voor de burger. We willen ook de gelegenheid geven dat de burger ook en de adviseur ook informatie verstrekt, waardoor we op een normale manier en een snellere manier de zaak verder kunnen brengen. Alleen is het altijd een lastig evenwicht wanneer je dat zwaardere moment van informatiebeschikking inroemt. Want je moet je voorstellen, als die informatiebeschikkingsprocedure slaagt in laatste resort bij de Hoge Raad, dat betekent dat de omkering van de bewijslast. Dat betekent dat we dan de belastingplichtigen opdragen te bewijzen dat het vermogen niet van hun is. Dus daar proberen we ook een beetje prudent mee om te gaan. Het is een erg een pittig machtsmiddel. En soms helpt het en soms duurt het ook erg lang voordat het op de gang komt. Aan de gang komt. U vraagt ook de informatiebeschikking over zwartspaarders. Dat is niet zozeer onze stijl. We richten ons met name op APV's, afgezonderde particuliere vermogens, stichtingen, Anstalt, foundations. En dat is niet zozeer zwartspaarders. Dat geld is nooit in Nederland geweest. Het is altijd rechtstreeks vanuit het buitenland van Nederland naar een belastingparadijs gegaan. En daar gesteld, dat is ook gelijk een antwoord op uw vraag, dat we dat vermogensverschuiving niet zien. Want vaak is het zo dat de structuren gebruikt worden om een toekomstige opbrengst die gegenereerd wordt door een ondernemer die een geweldig product heeft en probeert te verkopen, dan tegen de verkoper zegt, nou doe het geld maar niet storten in Nederland, maar stort maar in een belastingparadijs. Ik zeg het nu allemaal simpel, maar het is veel sophisticated dan het hier naar voren komt. Maar dus die geldstroom zien we dan niet. En dan zit het al in het buitenland en dan komt die link met de Nederlander. Hoe komen er die uitkeringen die naar voren komen? Hoe kan dat vermogen gestegen zijn? En dan gaan we uiteraard wel in de actie en dan gaan we vragen stellen. En dan is het proces op de wagen, om het zo maar te zeggen. Uw opmerking over big data, daar zijn we volop mee in de slag nu. We hebben een aantal nieuwe mensen bij ons in de CCB aangenomen die zich volledig richten op big data. Met name de Panama Papers is daar een groot gedeelte van. Die proberen we allemaal die enorme hoeveelheid verzameling van gegevens met elkaar te linken.
En dat is nog een zoekend proces, om het zo maar te zeggen. We hebben nog niet direct de concrete resultaten dat het raak is, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb wel goede hoop dat we dat op korte termijn, wat resultaten met de definitieve cijfers van de Panama Papers kunnen weergeven. Maar dat zal de staatssecretaris doen in zijn rapportage daarover. En dat zal ik even op zich wachten, omdat het ontzettend arbeidsintensief is. En heel erg lastig is om die stromen met elkaar in verbinding te brengen. Maar big data is een terechte opmerking. Daar zijn we echt volop mee in de gang. Niet alleen binnen de CCB, maar ook binnen de Belastingdienst breed wordt er echt zeer veel aandacht aan besteed. Heb ik uw vragen zo voldoende beantwoord, mevrouw? Mevrouw De Vries? Nou, het roept eigenlijk nog wel graag een volgvraag op, want u zegt van een grootste deel van al het kapitaal, dat is nooit in Nederland geweest. Dat is ergens anders, heeft men dat gekregen en dat zet men weer vervolgens weer ergens anders neer. Wat is er dan voor nodig om daar wel zicht op te krijgen? Want er zijn natuurlijk een heleboel dingen worden er nu afgesproken, uitwisseling van tussen Belastingdienst en dat soort zaken. Maar wat heeft u daar dan nog voor nodig om dat wel te kunnen ontdekken? Ja, dat is... Wat hebben we daarvoor nodig? Dat is een hele goede vraag. Maar ik heb niet de indruk dat ik daar nu antwoord op kan geven. Een panacee wat dat betreft in wetgeving is er volgens mij niet. En daarnaast speelt het ook een rol dat het hele afweging van welke extra instrumenten de Belastingdienst nodig zou hebben, ook moet plaatsvinden in het kader van rechtsbescherming, inderdaad van internationale verdragspositie. Want we kunnen niet zomaar even zeggen tegen het buitenland, we hebben nu een wetgeving en die moeten om die informatie verstrekken. Het gaat op een verdragsniveau en daar zijn wij niet van. Dat is niet onze stijl. Wij moeten de wetgeving uitvoeren die er ligt. En als wij ideeën hebben die ons zou kunnen helpen om het te verbeteren, dan hebben we daar de ambtelijke lijn voor en proberen we dat via de staatssecretaris in te brengen. En dan komen we daar verder mee. Maar om daar zelf naar mee te komen, dat vind ik erg lastig. Ik zie de heer Nagelmaker wil graag een toevoeging doen. Ja, misschien een deel van de invulling van uw vraag komt van de CRS die er komt, de Common Reporting Standards en het UBO-register. De informatie die daarin moet worden vastgelegd, die informatie die zal ook publiek worden. En dat is informatie die bijvoorbeeld een trustkantoor ook vastlegt. En op die wijze zal er dus meer inzage mogelijk zijn in de toekomst in wie ultimate beneficial owners zijn van bepaalde tegoeden. En de CRS is van toepassing in meer dan 101 landen, waaronder ook een aantal moeilijke landen, om het maar even zo te noemen. Dus de verwachting zou kunnen zijn dat als die CRS helemaal effectief wordt en volledig in werking is, dat dan er wel een algemeen middel is om informatie te achterhalen. Zou ik daar nog één toevoeging op mogen? Ik ben het met meneer Nagelmakers eens dat het er beter uit gaat zien met CRS. Maar laat nou net er een uitzondering zijn gemaakt voor de Anglo-Amerikaanse Trust. De Anglo-Amerikaanse Trust zal ervoor zorgen dat we de UBO's daarvan niet in de systemen gaan vinden. En die uitzondering is door het Verenigd Koninkrijk gemaakt. Dus het gaat er wel beter op worden, zonder meer. Maar het zal ook een aanzuigende werking hebben richting die rechtsfiguur. Ik meen dat er ook een onderzoek naar buiten is geweest in het Financieel Dagblad van een half jaar geleden. Dat een belastingadvieskantoor onder haar cliënten heeft gevraagd of cliënten geïnteresseerd zijn in die Anglo-Amerikaanse Trust. En die bereidheid is heel groot, juist door deze uitzondering. Oké, de volgende vraag is mevrouw Schouten. Ja, dank u wel, ook voor de beantwoording van de vragen al door de heren aan die zijde van de tafel. De heer Roerink gaf het al aan, de oorspronkelijke aanzet voor waarom we hier zitten is de Panama Papers. En mijn vraag gaat dan een beetje meer gericht daarop. Nederland is een aantrekkelijk land voor de financial planning, laat ik het zo maar noemen, vanwege de vele verdragen die wij hebben, ter voorkomen van dubbele belasting. Wij hebben ook een verdrag met Panama. En de verdragen, dat wordt al gezegd, dat heeft twee kanten. Hè. Dat is gewoon aan de ene kant aantrekkelijk ook voor ter voorkoming van dubbele belasting. Maar er zitten ook informatieuitwisselingsbepalingen in, waardoor we daar ook een beter toezicht op krijgen. Nou hoor ik de heren van de CCB net zeggen, ja, die informatie die hebben we dan op papier, is dat dan wel geregeld? Maar wij doen vaak zaken met landen die informatie helemaal niet op orde hebben, laat staan een goed functionerende belastingdienst hebben.
dan is mijn conclusie, maar misschien is die te snel hoor, dat dan één kant van de medaille goed bediend wordt, namelijk ter voorkoming van de dubbele belasting. Maar de andere kant, wat gewoon de spiegel zou moeten zijn, de goede informatieuitwisseling, om dat te kunnen controleren wat er gaande is, is dan niet op orde. Helpen deze verdragen om dit te verbeteren? Is het in die zin dan, ik ga geen politieke uitspraak vragen, maar hoe werkt dat in het geval van Panama? Laten we dat maar zo zeggen. Is daar de informatie voorzien nou wel goed op orde? En hoe kunnen wij daar dan voor zorgen dat dat soort aspecten desnoods gaan verbeteren? En ik vraag met name aan de heer van de Belastingdienst. Meneer Van der Klashorst. Ja, dank u wel voor deze vraag. Kijken of ik die kan beantwoorden. Het verdrag met Panama heet een informatieuitwisselingsbepaling. Alleen daar zijn we nog niet aan toegekomen, omdat de heer Roering al gezegd heeft in een eerdere stadium, dat we eerst in Nederland zelf op basis van het uitputtingsbeginsel eerst naar Nederland moeten gaan kijken of we daar voldoende informatie hebben die ons kan doen leiden voor het bevragen van belastingplichtigen, wat we nu ook overigens gedaan hebben. Als dat moment gepasseerd is en we hebben te weinig informatie van die belastingplichtigen zelf gekregen, dan kunnen we naar Panama gaan om daar de vragen te gaan stellen. En dan weten we dus nog niet wat daar voor resultaten uit voortkomen. Wat de heer Roering ook gezegd heeft, dat er wel iets aan het veranderen is in de wereld. Dat constateren wij, dat merken wij. Als we 10 jaar geleden hadden gesproken dat we heel gemakkelijk informatie zouden kunnen krijgen uit Zwitserland of Liechtenstein of het Guernsey of Jersey, dan had ik u met zulke grote ogen aangekeken, dat bestaat niet. Maar dat krijgen we nu wel. Dus er is iets aan het veranderen en dat duurt even. En misschien als we over 10 jaar weer zo'n sessie hebben, dat we dan kunnen zeggen, ja, het was zeer succesvol, deze actie die we gehad hebben met die verdragen en die TAA's. En dat kan ik nu nog niet volmondig zeggen, maar dat er iets aan bewijzen is, iets aan het veranderen is, iets aan het wijzigen is, dat staat voor mij zo'n paal boven water. Dus we hebben er wel degelijk wat aan die verdragen. Er wordt ook erg veel energie in gestopt door het ministerie van Financiën. En het helpt ons wel. Dat het nog niet perfect is en dat we nog niet alle informatie krijgen uit landen van die een belastingparadijs zijn, zullen we zeggen. Dat is een kwestie van tijd. Mevrouw Schouten. Ik hoop dat het... Is dat voldoende of... Ja, de heer Roering. Wat betreft de dubbele belastingheffing, het element van een verdrag. Waar we het hier over hebben, het zijn dus inwoners die voor hun, van Nederland die voor hun wereldinkomen hier belast zijn. Wij verlenen dus een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting voor zover ze in het buitenland belast worden. Het gaat dan met name om vermogen in box 3, maar eigenlijk nog meer pakketten, aanmerkelijk belangpakketten, pakketten aandelen van meer dan 5%. Over het algemeen worden daar in landen als Panama, wordt daar niet zo heel erg veel belasting gegeven, dus heel veel voorkomen van dubbele belasting hoeven we daar niet voor te verlenen. Dus die verdragen zien vaak op andere situaties. Overigens is Panama een metafoor, hè? Laat dat helder zijn. Hè? Dit is een relatief klein trustkantoor. Het is een van de vele honderden, zo niet duizenden over de wereld. En het is ook niet alleen Panama waar we het over hebben, maar wij hebben inderdaad ook wel wat zaken met Panama gehad. We hebben ook van de Panamese autoriteiten daar in de tijd, voor zover ik me kan herinneren, ook wel antwoord op gehad. Op vragen over een Panamese foundation en een Panamese SA. Maar ja, dan loop je ook wel tegen de problemen van zo'n lokaal land aan. Dat je op een gegeven moment ook ziet dat bijvoorbeeld een vennootschap wel opgericht is, maar dat er nooit aandeelhoudersvergaderingen plaatsvinden. Dat er geen verslagen van aandeelhoudersvergaderingen zijn. Dat kan ook moeilijk als die niet plaatsvindt. Maar dat er geen jaarstukken worden gemaakt. Dus wij hebben daar misschien bij de verdragsonderhandeling ook wel eens wat grotere verwachtingen van gehad dan de praktijk doet blijken. Dus die verdragen die zijn misschien niet allemaal meer up-to-date, maar in individuele gevallen wil het werken. Maar we moeten natuurlijk eigenlijk, laat maar zeggen, de informatie gewoon hier in Nederland kunnen ophalen. Wij moeten denk ik het probleem niet gaan verschuiven naar een land als Panama. Wij moeten het probleem zit hier wat ons betreft, wat onze problematiek van de CCB. We hebben het hier over inwoners van Nederland met hun rechten en hun verplichtingen. En die verplichtingen, daar kijken wij als Belastingdienst naar. En die verplichtingen over informatieverstrekking moeten wij dus eigenlijk gewoon als Nederlandse Belastingdienst gewoon op kunnen halen hier in Nederland. En niet in Panama. Panama, dat is aanvullende informatie voor ons. Maar de belastingplichtige zal eigenlijk, laat me zeggen, de achterligger zal ons gewoon de informatie moeten verstrekken, omdat hij gewoon inwoner van Nederland is en gewoon zijn informatie aan de Nederlandse Belastingdienst moet verstrekken. Mevrouw Schouten. Ja, voorzitter,
dat laatste, dat sowieso, denk ik. Maar volgens mij is het idee dat juist bij die verdragen er bijna een soort dubbele klepton op zou komen. Zowel als je het in Nederland niet helemaal duidelijk hebt dat je alsnog die aanvullende informatie elders ook nog kunt gaan opvragen. En dan heb ik eigenlijk twee vragen. De eerste gaat over het uitputtingsbeginsel. Die termijnen, zijn die vastgelegd of is dat iets een interne regel binnen de Belastingdienst hoe lang dat mag duren voordat er zeg maar de stap naar het buitenland wordt gezet? Of zit het echt helemaal vastgetimmerd in welke stappen dat moet gebeuren? En ten tweede, als er dan aanvullende informatie komt en bijvoorbeeld in het geval blijkt dat er nooit een aandeelhoudersvergadering wordt belegd, dat er ook helemaal geen verslagen van zijn, dan gaan toch alle alarmbellen af en dan gaat daar toch ook actie op ondernomen worden. Dat is toch al informatie op zichzelf, zou ik zeggen. Absoluut, daar heb je helemaal groot gelijk in. Zodra je daar kennis van neemt, zodra de inspecteur in de Belastingdienst daar kennis van neemt, dan gaat hij ook het realiteitsgehalte van zo'n structuur aan de orde stellen. En dan, als daar bijvoorbeeld een Panamese Foundation tussen zit, dan zal hij zich ook op het standpunt stellen dat die Panamese Foundation eigenlijk niets voorstelt en dat deze persoon rechtstreeks aandeelhouder is van een Panamese vennootschap. En dat verkoopwinst of de dividenden die hij uit die vennootschap geniet, verkapt, vermomde dividenden of echte dividenden, dat die gewoon in Nederland belast zijn. Dus zodra hij die informatie heeft, dan is hij er bijna. Maar hij moet eerst die Panamese structuur detecteren. Wat betreft uw vraag over het uitputtingsvereiste, daar gelden geen termijnen voor. Maar dat kan wel een hele tijd duren voordat je het idee hebt van nou weet je, bij deze belastingplichtige kom ik niet meer verder. Ik zal me nu tot het verdragsland moeten richten om daar informatie op te halen. En in het kader van goede verdragstrouw wil je ook een ander land niet te snel lastigvallen met allemaal feitelijke vragen die je mogelijk ook in Nederland had kunnen ophalen. Dus er zit geen termijn in, kan dus een enige tijd duren. Het kan soms een paar jaar duren van brieven schrijven totdat je eindelijk informatie krijgt. En als je dus die informatie van die belastingplichtige niet krijgt, dan kun je op een gegeven moment, kunnen wij ons dus richten tot bevoegde autoriteiten in Nederland die vervolgens onze vraagstelling richting zo'n land als wat u noemt Panama overneemt. En daar voor ons informatie probeert op te vragen. Het is doorgaans dus feitelijke informatie over actes, over jaarstukken, over overeenkomsten. Dat is feitelijke informatie, geen interpretatie. Daar moeten we het dan eigenlijk, laat maar zeggen, mee doen. Van Schouten? Ja, want dit roept wel wat vragen op. Want ik snap dat je niet gelijk bij dag 1 zegt, hey, ik loop naar verdragsland, komt u even met die informatie. Dat begrijp ik. Maar er zit wel een verschil tussen een paar weken en een paar jaar. Waar ligt die beslissingsbevoegdheid dan? Kunt u dat een beetje schetsen, hoe dat in de praktijk gaat? En wie dan uiteindelijk besluit, we gaan naar buiten, zeg maar. We gaan naar het buitenland. Kijk, ik vind het moeilijk om te spreken over traineren, want het heeft toch een negatieve klank. Maar het kan wel zo zijn dat het gewoon heel erg lang duurt voordat je informatie krijgt. En ik heb het toch eens een beetje opgeschreven van waar kan het nou in zitten dan dat het zo lang duurt dat een inspecteur geen informatie krijgt. Ik heb meneer Groot ook op BNR Nieuwsradio gehoord en die sloeg daar ook eigenlijk op aan van hoe kan dat nou dat het zo lang duurt. Nou, dat zit hem eigenlijk, laat me zeggen, in een enorme opsomming van allemaal feiten en omstandigheden die vaak per individueel geval nog weer eens een keer verschillend zijn. Maar u moet denken aan hele eenvoudige dingen en hele ingewikkelde dingen. Ik noem het gewoon wat willekeurig. Er wordt niet gereageerd op brieven van de Belastingdienst. En er gaan rappellen uit en dan wordt er op een gegeven moment gereageerd, dan wordt er gevraagd om uitstel. We krijgen halve antwoorden, sommige vragen worden helemaal niet beantwoord. Vragen worden verkeerd begrepen. Bijlagen worden bijvoorbeeld niet bijgestuurd. Bijlagen worden op een gegeven moment heel mondjesmaat, stuk voor stuk, op een gegeven moment verstrekt. Daar gaat al heel wat tijd overheen. Dan hebben we het al niet meer over weken, maar over maanden. Vragen zijn bijvoorbeeld gericht aan de verkeerde persoon, krijgen we te horen. Dan moet naar iemand anders toe. Men wil bijvoorbeeld eerst een gesprek met de Belastingdienst en nog een gesprek voordat de vragen worden beantwoord. Nou oké, die gesprekken gaan we aan. Maar dat duurt dan ook weer een tijdje. Er worden verdichte stukken verstrekt aan ons, hè, dus verdichte jaarstukken, korte jaarstukken.
We kunnen niet aan klanten zeggen tegen ons van ja, we kunnen niet aan de informatie komen omdat het in het buitenland ligt. Daar gelden andere regels, daar kunnen we niet aankomen. Er kan een crash in de computer zijn, informatie is weg, men hoeft er niet meer te voldoen aan de bewaarplichtverplichting in het buitenland. Bezwaren zijn pro forma of heel erg minimaal. Ze worden later mondjesmaat aangevuld. Veel formele verweren over vragen of die vragen wel van belang zijn voor de belastingheffing bijvoorbeeld. Als ze niet voor de belastingheffing van belang zijn, mag je de vraag niet stellen. Strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. We hebben hier al eens een keer met de Belastingdienst over gepraat. Er is vertrouwen gewekt of er wordt strijd met het gelijkheidsbeginsel. Gelijke gevallen worden niet gelijk behandeld. Er wordt de Belastingdienst, laat me zeggen, we hebben hele polemieken over of de Belastingdienst wel voortvarend heeft opgetreden. Of we buiten de termijnen zijn. Dat men niet gaat meewerken aan boekenonderzoeken in verband met vakantie, ziekte, afwezigheid. Nieuwe gemachtigden worden ingeschakeld. Er komen nieuwe schriftelijke rondes. Vennootschappen worden verplaatst in tussentijd naar het buitenland. Vennootschappen worden geliquideerd in de tussentijd in het buitenland. We krijgen met verschoningsgerechten te maken die zeggen, dit valt onder mijn verschoningsrecht. Ik ga u niet antwoorden. Ik zie meneer Omtzigt al kreunen en steunen van hoe erg is het. Het is erg heel erg. Ja, nou, als je dit als gewone burger met de Belastingdienst doet, dan heb je een dwangbevel aan je broek hangen, hoor. Ja, dat is een nood verschil tussen waar wij mee bezig zijn met de CCB. En dan hebben we te maken met adviseurs en advocaten die gebruik maken van hun wettelijke termijn en wettelijke mogelijkheden en alleen maar voor zorgen dat wij niet aan de informatie komen. En deze litanie aan voorbeelden lijkt misschien dat ook wat klagerecht, de Belastingdienst krijgt zijn zin niet. Het is echt de feitelijkheid zoals wij met een heel hoop mensen van de CCB dagelijks mee te maken hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de klachten die wij telkens krijgen, omdat we vooringenomen zijn, omdat wij niet onafhankelijk genoeg zijn, omdat wij te veel bij de zaak betrokken zijn en te veel, heb ik het niet eens over. Ik wil niet weten wat ons allemaal verweten wordt, omdat wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. En dan niet voor de gewone burger, hè? Niet voor die burger die gewoon normaal zijn belasting betaalt, maar echt voor de mensen die vermogen hebben in het buitenland en weigeren om daar belasting over te betalen. Dat vinden wij erg vervelend. Misschien mag ik nog één voorbeeld van vorige week noemen. We zijn met een groot onderzoek bezig en toch, misschien toch wel aardig ook voor u, voor het idee. Dat is eigenlijk een normaal boekenonderzoek wat uitgevoerd wordt, waarbij wij gevraagd hebben om de e-mailcorrespondentie. U moet weten dat er, laat me zeggen, in dat dossier ongeveer 22.000, heb ik begrepen, ongeveer 22.000 e-mails zijn waarop de advocaat belastingkundige zich beroept op het verschoningsrecht. Dan moet ik aan vroeger denken, 22.000, dat gaat dus om 22.000 brieven, faxen, mailtjes, aantekeningen, stukken. En dan moeten wij dus daar weer een modus in gaan vinden om over in een hele normale zaak om toegang te krijgen tot 22.000 stukken. En daar krijgen we dus een heel gedoe over. En het enige waar wij naar op zoek zijn is wie draait er aan de knoppen in een bepaalde organisatie. Nou, u kunt zich voorstellen dat we dus daar een eindeloze strijd over het formele belastingrecht hebben. We hebben het helemaal niet over de inhoud van de wet. We hebben het niet over de toepassing van de wet inkomstenbelasting, niet over de toepassing van de wet vennootschapsbelasting, niet over omzetbelasting, dividendbelasting. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat hier alleen maar om formeel belastingrecht. Wat zijn de bevoegdheden van de Belastingdienst en vooral ook welke bevoegdheden heeft de Belastingdienst niet? Bijvoorbeeld niet om in 22.000 e-mails te kijken. 22.000 e-mails die gewoon, laat maar zeggen, onderdeel uitmaken van de administratie van een vennootschap. Maar waarbij er advocaten en belastingadviseurs zijn die een beroep doen op het verschoningsrecht, op het fair play beginsel, en die gewoon tegen de inspecteur zeggen, u krijgt er geen inzage in, want daar valt het onder. Ik hoop, na het gehoord hebben, dat u dan, als u dan met vakantie gaat, ook nog een ander boek leest dan de Panama Papers. Dit is verplichte vakliteratuur voor iedere rechtgeaarde CCB'er. En ik kan het iedereen aanbevelen, want het is ontzettend instructief hoe het eigenlijk precies gaat. Ja, ik denk dat meerdere leden hier ook met dat boek voor de tent hebben gezeten. Dus ik heb een heel lijstje Kamerleden wat heeft gevraagd, ook naar aanleiding van deze lijst volgens mij. Er ontstond enig enthousiasme. Ik heb opgeschreven als eerste de heer Van Wijnberg, mevrouw De Vries, de heer Groot en de heer Merkies. Die willen hier allemaal op reageren. En de heer Grashof. Dus in die volgorde de eerste heer Van Wijnberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nee, voor zover het uw bedoeling niet was, blijft bij mij één woord hangen. Dat is traineren.
En dat is wel een mooi parlementair woord voor alles op alles zitten. En dan hebben mensen natuurlijk het recht om hun formele bevoegdheden gewoon in te zetten. Maar dan kan er toch geen andere conclusie zijn dat de heer Omtzigt zei, dat vind ik terecht, dat wij als gewone belastingplichtige in gesprek met de Belastingdienst, dat we nog eens heel goed naar dat formele belastingrecht moeten kijken. En ik begrijp, u bent geen politicus, u moet hiermee werken, maar de conclusie, ik probeer dit neutraal nog te stellen, wat naar uw inleiding ingewikkeld is, kan dat toch niet anders zijn als dat we mensen die kwaad willen met de regels gewoon op dit moment te veel handvaart hebben gegeven om u jarenlang van het kastje naar de muur en weer terug en naar Panama en weer terug te sturen, zonder dat u gewoon de vinger krijgt achter waar mensen gewoon de kluit blazeren. Dat klopt, meneer Van Wijnberg. Want ik was een kreet uit mijn ziel. Een kreet uit mijn ziel. Nou, ja, voorzitter, misschien dan heel kort. Dat is namelijk precies natuurlijk wel waar wij dit voor doen. Is om erachter te komen waar het niet lukt. Om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. En u zegt eigenlijk, de belastingwetten die we hebben zijn geduldig papier. Waar wij achteraan rennen en ons uiterste best doen. Maar als met de huidige instrumenten staan wij gewoon 5-0 achter en hopen wij af en toe nog in blessuretijd gelijk te kunnen maken. Ja, maar wel voor een hele kleine groep. Voor een hele kleine groep. Niet voor het grootste gedeelte van 99% van de belastingbetalers doet dit niet. Oké, dank u wel. De volgende is mevrouw De Vries. Ja, want inderdaad, u somt een heleboel manieren op waarop getraineerd wordt. Wat mij dan triggert is van hoe kan je dat voorkomen zonder dat mensen ook weer hun rechten worden? Die noemt u zelf ook al dat er natuurlijk ook randvoorwaarden in de rechtsstaat zijn waar je aan moet houden. Maar hoe kan je dat dan versnellen? Waar kan je versnellen en waar kan je voorkomen dat al dit soort smoesen of excuses gebruikt worden? Meneer Roerink. In de aankondigingsbrief bij onze position paper heeft de heer Wiebes geschreven dat u voor voorstellen van nieuwe wetgeving of kritiek bij hem kunt zijn. En daar houden wij ons aan, want hij is onze baas. Dus wij kijken wel uit. Nee, dat is even ook voor iedereen. Dat is inderdaad meestal de afspraak ook, zeker als er ambtenaren hier komen spreken, dat we geen politieke uitspraken ontlokken. Dus daar houdt u zich aan. Van de Vries, ja, ik vrees dat een vervolgvraag niet nodig is. Nee. De volgende is de heer Groot. Ja, voorzitter, helemaal eens met de heer Van Weijenberg. Dat we ook moeten kijken naar het formele belastingenrecht. En daar zijn deze hoorzittingen natuurlijk ook heel nuttig voor. Om daar aanzetten voor te krijgen. Maar ik kan me toch ook niet aan de indruk ontdekken dat dat team constructiebestrijding zich toch wel heel redelijk opstelt. Jaarlang dit soort processen laat lopen voordat er eens een keer een informatiebeschikking wordt afgegeven. Is het niet zaak om veel eerder tot sanctie met boetebepalingen, tot sanctie-instrumentarium over te gaan? En iets soortgelijks zeg ik in de richting van de heer Eldersson. Hij zegt ja, als de sector zijn eigen verantwoordelijkheid niet neemt, dan wordt het nooit wat. Dan blijven misstanden bestaan. Maar is het niet gewoon de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Bank om die eigen verantwoordelijkheid gewoon desnoods met harde hand af te dwingen? Ik krijg een erg idee dat hier langs de weg van overleg en overeding zaken proberen te worden echt gezet die gewoon hard ingrijpen, om hard ingrijpen vergen. Even eerst de heer Eldersson. Ja, ik heb deze vakantie Dostoevsky gelezen. Er zijn een paar titels die u misschien kent. Misdaad en straf, schuld en boete. Boze geesten, arme mensen. Nee, maar even heel serieus nu hierop antwoorden. Ik ben het volstrekt met u eens en dat is ook precies wat wij doen. We hebben vorig jaar in die speech, heb ik het ook opgezond, hebben we 24 formele maatregelen opgelegd. En 24 formele maatregelen, als je ziet met hoeveel menskrachten we dat doen, is heel bijzonder veel. Het jaar ervoor waren het minder en je ziet dat gewoon in de afgelopen jaren toenemen. Formele maatregelen betekent dus boetes, lasten onder dwangsom, aangifte bij het OM, intrekken van vergunningen, aftoetsen van mensen. Dus ja. Wij zitten daar als toezichthouder bovenop, zullen daar ook mee doorgaan. Dus alles wat ik heb gezegd in termen van het aanmoedigen en ook het verwelkomen van stappen die de sector zet om eigen verantwoordelijkheid te nemen en nader in te vullen, die doen niet af aan het feit dat wij ervan overtuigd zijn dat een gestrenge toezichthouder noodzakelijk is. En verder is het nog zo, en voor mij zijn het dus eigenlijk drie pijlers. Eén, rechtvaardig maar gestreng toezicht.
En de formele maatregelen die we opleggen, die onderschrijven dat. Twee, eigen verantwoordelijkheid van de sector. Drie, een wet die een aantal dingen eenvoudiger maakt en ook in het vooruitzicht is gesteld. Dank u wel. Nog heel even, want is nog de heer Van der Klashorst nog op deze vraag? Even een antwoord op de vraag van de heer Groot over snellere informatiebeschikking en snellere wat toepassen. Iedere wetgeving die voorgesteld wordt, geldt niet alleen voor het kleine gedeelte waar wij mee te maken hebben, maar geldt voor 100% van de Nederlanders. En dan moeten we ook oppassen dat we ook die te zwaar gaan belasten. Dat is ook mijn zorg. Ik ben trouwens heel blij dat u zegt dat we eigenlijk best redelijk zijn, want zo vaak krijgen we dat niet te horen van adviseurs in de praktijk. Dat is voor ons soms een compliment als we het horen dat wij redelijk zijn. Dat vind ik van u erg belangrijk. Van een adviseur denk ik dat minder. Maar ik zei te redelijk. Ja, wij proberen altijd, en hoe vreemd ook klinkt, toch een langdurige relatie aan te gaan met de belastingplichtigen. Want die hebben we het volgend jaar ook nog nodig. En over jaren ook nog nodig. Dus om dan heel snel, direct, de zwaarst mogelijke middelen in te zetten, daar zijn we echt een beetje huiverig voor. Alleen voor die club waar wij mee te maken hebben, waar we echt merken, nou is het echt, duurt het allemaal te lang, daar proberen we dat machtsmiddel in te zetten. En we hebben binnen CCB hebben we 300 informatiebeschikkingen uitgewerkt. Dat was allemaal uiteindelijk, omdat het veel te lang duurde. En uiteindelijk hebben we voor alle rechts in alle gevallen hebben gelijk gekregen dat we redelijk waren en die informatie mochten vragen. En dan hebben de belastingplichtigen een rechtsmiddel om daartegen in beroep te komen. Ja, dat kan. En daar ben ik blij om dat het kan, overigens. Meen ik oprecht. Dus. Er was nog even van mevrouw De Vries een verdiepende vraag op het antwoord van de heer Eldersson. Ja, want de heer Eldersson geeft aan, er zijn maatregelen opgelegd. Prima, dat als het fout is, dan moeten er ook gewoon maatregelen worden genomen. Wat ik wel begrijp, de DNB houdt sinds 2004 toezicht op de sector. Hoe is dat dan die 10 jaar daarvoor gegaan? Want dan denk ik van ja, bent u direct begonnen met ook toen die maatregelen op het moment dat er fouten geconstateerd zijn? Want het is niet dat u nu voor het eerst toezicht gaat houden op de sector. Heer Eldersson. Ja, dank u wel voor die vraag. Kijk, u moet zich voorstellen toen vrij snel na 9/11... Is in Nederland de roep ontstaan om toezicht ook op trustkantoren. Dat is uiteindelijk in wetgeving in 2004 terechtgekomen. Wat gebeurt er dan? Dan moet zo'n sector, die moet daaraan winnen. Dus het duurt even. U moet zich voorstellen, ik heb me laten vertellen, ik was er toen nog niet bij, maar dat onze mensen bij iemand kwamen in een garage en die had een warme taart gebakken. Want die had nog nooit een toezichthouder gezien. Dus het duurt even voordat, laten we zeggen, 300 aanmeldingen van partijen die ineens onder toezicht vallen, zijn verwerkt. Mensen zich daar naar zijn gaan zitten, zich misschien ook hebben georganiseerd en stap voor stap. Wat je dan vaak ziet, want het is natuurlijk niet voor het eerst dat een sector onder toezicht komt, dat er na een aantal jaar daar een zekere mate van volwassenheid ontstaat. Dat het onwennige eraf is, dat er een soort gevoeld niveau van compliance ontstaat onder de instellingen en dat wij als toezichthouder een stapje terug kunnen doen. En wat wij in toenemende mate zijn gaan merken is dat proces zich eigenlijk bij de trustsector, naar onze mening, onvoldoende heeft voorgedaan. Dus we zijn in toenemende mate onderzoeken gaan doen, terugkoppelingen gaan doen en ook handhaven. Dus dat is denk ik hoe het is gegaan. Je zou normaliter zie je een volwassenheidsproces en dat hebben we te weinig gezien. En dan gaan wij ook opschalen in onze interventies. De volgende vraag is de heer Merkies. Dank u wel. Ja. De heer Klashorst die heeft het over een langdurige relatie aangaan. Dat lukt wel met het traineren, lijkt mij. Maar ik maak me toch wel zorgen, want met het traineren, als u inderdaad stelt dat dat veel voorkomt, dat betekent dus gewoon dat dat eigenlijk ook ten koste gaat van de capaciteit en ook, denk ik, de effectiviteit van het toezicht. Dus in die zin verwelkom ik ook wetten die via de staatssecretaris dan onze kant uitkomen. Maar ik vraag me toch ook, wat zijn nou mogelijk nog andere nadelige effecten? Heeft er bijvoorbeeld ook effect op verjaringstermijnen?
van de klasvers. Ja, als het allemaal te lang duurt, dan kan dat met zich meebrengen dat als de belastingdienst niet goed oplet, dat er posten verjaard worden. Verjaren. Dat proberen we tot een minimum te beperken. Dat lukt meestal ook wel, maar soms gaat er ook iets fout, ook bij ons. Dat is, zal wel algemeen bekend zijn. We proberen dat in alle tijden te voorkomen. En het zou heel fijn zijn, ik kan het niet genoeg benadrukken, we hebben maar met een heel klein gedeelte te maken waar wij op het terrein waar wij mee bezig zijn. Niet alle belastingplichtigen zijn zo, niet alle adviseurs zijn zo, niet alle advocaten zijn zo, maar een klein clubje. En dan is het ontzettend lastig om daarvoor maatregelen te verzinnen die alleen daarop toegespitst worden. Want iedere wetgever, zoals ik al eerder heb gezegd, geldt voor alle Nederlanders. En dat is een risico. Dat is een risico. Sorry? Ja. Meneer Roering. Om u idee te geven, de verjaringstermijn om nog een navorderingsaanslag op te kunnen leggen is voor binnenlandse situaties 5 jaar. In buitenlandse situaties is dat 12 jaar. Dus daar zijn we wel flink mee geholpen met die 12 jaar. Er zijn ook landen die hebben nog veel langere termijnen voor navordering. En er zijn ook landen die hebben kortere termijnen. Dus we hebben wel een lange duur. En die termijn van 12 jaar die wordt soms ook nog weer opgeschoven. Hè. Dus die kan verlengd worden bijvoorbeeld met verleend uitstel, hè, van het indienen van een aangifte. Of die kan ook verlengd worden met zo'n informatiebeschikking. Hè. Zodra zo'n informatiebeschikking is afgegeven, dan loopt die termijn voor dat opleggen ook door, zullen we maar zeggen. Dus het kan soms wel om een heel lange periode gaan. De heer Marquise. En loopt u er nou eigenlijk ook wel tegenaan dat in het buitenland hebben we dus te maken met 12 jaar. Stel voor dat dat land een veel kortere termijn heeft, dat zij zeggen wij hebben die gegevens niet meer. Heer Doering. Ja, daar zit een klein verschil in inderdaad. In het buitenland waar we vaak mee te maken hebben is een, heel vaak een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. En als je dus inderdaad vraagt om gegevens van 12 jaar geleden, dan kan daar een kleine mismatch tussen zitten, maar dat kun je ook wel via extrapoleren oplossen. En dat lukt ook soms wel in overleg met de belastingadviseurs. Hè. Belastingadviseurs zijn lang bijvoorbeeld niet altijd betrokken bij het opzetten van de structuur, willen hem wel graag oplossen. En in jaren waarin we niet aan de informatie kunnen komen, omdat bijvoorbeeld het buitenland niet mee wil werken, omdat een trustee bijvoorbeeld zegt van nou ik ga gewoon die jaarstukken niet verstrekken. Dan komen we er ook met de belastingadviseurs wel uit om dat, laten we zeggen, toch te schatten. Dus stukken worden weggegooid in het buitenland, maar lang niet altijd. Soms worden ze veel langer aangehouden. Hè. We hebben die ervaring bijvoorbeeld met banken in het buitenland, hè, met Zwitserse banken die eindeloos lang die gegevens bewaren. Dank u wel. Dan is de volgende vraagsteller is de heer Grashoff die zich had aangemeld. En ik heb de heer Omtzigt en dan is mevrouw Schout als laatste. Graag kort, want dan kunnen we de afrondende verklaringen nog doen. Heer Grashoff. Ja, voorzitter, toch nog even in de richting van de heren van de CCB. Het is, ik heb wel het gevoel dat er twee belastingdiensten bestaan. Als je als kleine ondernemer in Nederland 1 keer per kwartaal zou vergeten om je BTW-aangifte te doen, dan heb je binnen een paar weken een brief op de mat liggen en die brief staat, we hebben uw omzet geschat en dat is de aanslag en wilt u hem betalen? En de boete erbij. En een aanheffing. En dan mag je, en is het dus de facto tegenbewijs op dat moment. Dan moet je dus door alsnog als de sodemieter die aangifte te gaan doen, gaan aantonen dat die omzet misschien maar de helft was van wat de Belastingdienst had geschat. Dat staat toch in schril contrast met wat we hier horen, naar mijn gevoel. Dus op basis daarvan een suggestie en nog een andere. En dat zijn twee suggesties waar ik van u zou willen weten of u daar brood in ziet. Ik zou mij kunnen voorstellen dat op het moment dat de Belastingdienst gegrond vermoeden zou hebben van een voor de fiscus afgeschermd vermogen van enige substantiële omvang, laten we die begrenzingen stellen, dat u dan gewoon een voorlopige aanslag de deur uit kunt doen en die gewoon inbaar is. En dat scheelt ook gelijk dat er bedragen weggesluist worden en uiteindelijk niet meer inbaar zijn omdat dan het kapitaal weer op een andere plek zit. Ik zou me kunnen voorstellen dat zo'n voorlopige aanslag best in de wet verankerd zou kunnen worden. Dat is even een gedachte-experiment. En de andere is dat uitputtingsbeginsel. Ik neem aan dat dat in de verdragen zelf geregeld is, dat uitputtingsbeginsel. Maar dat weet ik niet zeker, maar dat kunt u mij ongetwijfeld vertellen. Dan zouden die verdragen natuurlijk ook kunnen wijzigen. Dat kan niet eenzijdig, maar ik denk dat Nederland wel een positie heeft om dit soort verdragen te wijzigen in die zin. Zou u daarop willen reageren? Voordat u dit doet, wil ik u vragen nog heel even de brief van de heer Wiebes ook te lezen. Dus, want u hoeft niet alles te beantwoorden. Nee, dus, wij gaan ook niet met verbetervoorstellen komen. Mijn collega zal ingaan op 2 belastingdiensten. Ik zal de 2 suggesties van u
bekijken. Even over het uitputtingsbeginsel. Ik denk bij mezelf in eerste aanleg van waarom zou je dat eigenlijk veranderen? Want ik vind het eigenlijk best wel redelijk. Dat je voor inwoners van Nederland gewoon eerst bij die inwoner in Nederland te raden gaat. Pas naar het buitenland gaan als je echt niet meer anders kunt. En dat over dat gegronde vermoeden inderdaad, brief van de staatssecretaris lijkt me heel goed. Ja. En dan de opmerkingen van de heer Grashoff over de OB. De OB geldt voor iedereen. En geldt ook voor die vermogende particulieren. Dus dat is geen verandering. Ik weet niet of het zo scherp is zoals u net stelde met de omkering en betaling en aanmaning en dergelijke. En mijn vrouw is ook ondernemer en dan blijkt dat als je een redelijke brief stuurt dat je ook een redelijk antwoord krijgt, is mijn ervaring. Ze weten niet dat mijn vrouw dat is, hè, maar goed, het kan dus gewoon. Dus er kan dus gewoon een redelijk antwoord komen. En het geldt voor de OB en dat is één belastingdienst. Dus dat maakt niet uit. Voor de IB, met die voorlopige aanslag, dat zou misschien een geweldig idee zijn, maar ik denk dat dat ten koste zou gaan van de rechtsbescherming van de Nederlanders. En volgens mij zullen we dat niet moeten willen, denk ik. Dan is de volgende de heer Omtzigt. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Eldersen zei net, er zijn bij vier leden van Holland Questor ernstige bevindingen geweest. En hij had het ook over 24 formele maatregelen. Ik zou van de heer Eldersen willen weten of er ook formele maatregelen neersloegen bij leden van Holland Questor die een keurmerk hadden. En de heer Nagelmaker van Holland Questor, van wat doet u met een trustkantoor dat een ernstige bevinding krijgt? Een ernstige bevinding, ter herinnering, kan aanleiding zijn om een nieuwe betrouwbaarheidstoets van de bestuurders uit te voeren en die in te trekken. Ik bedoel, het is geen bevinding, het is een ernstige bevinding. En houdt zo'n trustkantoor dan gewoon zijn keurmerk of wordt het dan ingetrokken? Wie kan ik als eerste het woord geven? Heer Eldersen. Ja, kijk, wat ik heb gezegd inderdaad, is dat wij bij vier trustkantoren die momenteel al een keurmerk hebben gekregen, ernstige bevindingen, ernstige tekortkomingen is denk ik het woord wat we formeel zouden opschrijven, hebben gevonden. In uw repliek zo even, meneer Nagelmaker, zei u van ja, je vindt natuurlijk overal wel eens wat. Dit zijn ernstige tekortkomingen. En het is ook zo dat twee van deze instellingen, u zult begrijpen dat ik niet op namen kan ingaan, ook hun mea culpa hebben uitgesproken ten opzichte van ons. Dus het is zo dat zij, dat stemt in zekere zin tot vrolijkheid, dat zij zich dat ook erkennen. Dus in die zin, dat is de situatie. Ik kan op dit moment geen uitspraak doen over wat voor maatregelen we daar precies allemaal zouden treffen in deze hele specifieke gevallen. Maar in zijn algemeenheid kunt u ervan uitgaan dat als wij zaken zien die niet door de beugel kunnen, dan zullen we optreden. En dat is overigens een breed spectrum. Ik heb zo even die formele maatregelen genoemd, maar u moet zich ook voorstellen dat er natuurlijk in meer informele beïnvloeding ook allerlei dingen achter de schermen gebeuren. Er zijn vergunningen die worden ingeleverd. Er zijn kantoren die met elkaar fuseren. Dus het is een heel breed spectrum van interventiemogelijkheden die wij hebben. Wat er gebeurt als wij een formele maatregel zouden treffen ten opzichte van een instelling die een keurmerk heeft gehad, ja, dat is een vraag die u maar moet beantwoorden. De vraag was of er onder die 24 formele maatregelen ook maatregelen waren tegen kantoren met een keurmerk. Dus u hoeft geen namen te noemen, maar zaten die daarbij? Ja. Ik heb niet de indruk dat dat zo is, maar dat komt omdat ik weet het niet zeker. Ik heb niet precies paraat. Maar okay. Ik geloof dat het zo is dat, maar hoop me dus ten goede met deze vraag, dat het keurmerk pas zo onlangs is uiteindelijk uitgedeeld dat wij nog niet zover zijn dat we ook daadwerkelijk die hele traject hebben kunnen doorlopen met instellingen die al een keurmerk hebben gehad. Maar we hebben dus wel inmiddels instellingen onderzocht die een keurmerk hebben gehad. En daar hebben we bevindingen, die heb ik ernstige tekortkomingen genoemd. En wat daar precies dan de toezichtmaatregelen zijn die daar uit zullen volgen, ja, dat is nog onder handen. Dank u wel. Dan de heer Nagelmaker. Ja,
Ik hecht eraan om te benadrukken dat het keurmerk ziet op cultuur en gedrag in de organisatie. Het is dus zo dat het keurmerk zich primair richt op de wijze waarop het kantoor georganiseerd is en een manier waarop de cultuur in dat kantoor wordt vormgegeven. En dat ondersteunen we dan ook met toon aan de topsessies, permanente educatie en door een dialoog met de verschillende stakeholders, waaronder ook NGO's. Indien er voor zover een kantoor dat daar ernstige bevindingen zouden zijn en dat die ernstige bevindingen uiteindelijk zouden uitmonden in een formele maatregel, dat kan mogelijk een reden zijn voor de stichting ACTO, die dat keurmerk uitgeeft, om de positie en het keurmerk van dat kantoor te heroverwegen. Dat hebben wij, dat wil zeggen, dat heeft Holland Questor niet zelf in de hand. Dat keurmerk is onafhankelijk geborgd en het is dus aan de stichting ACTO op dat moment om te bepalen of en in hoeverre het noodzakelijk is om het keurmerk vanwege die bevindingen en de reactie van het kantoor daarop om dat in te trekken. De heer Omtzigt nog? Ja, voorzitter, zijn die trustkantoren verplicht te melden, want ze kunnen het geheim houden. Het is namelijk geen openbaarmaking van die ernstige tekortkoming of van die maatregelen. Dus melden zij het en vindt u niet dat als ze ernstig tekortschieten volgens de toezichthouder, dat er dan iets toch zodanig mis moet zijn met de cultuur, dat je dan geen keurmerk meer zou moeten hebben? Of is het keurmerk een soort lege huls? Als het volgens de gedragscode, zoals die voor Holland Questor geldt, is het zo dat indien er door de Nederlandse Bank formele maatregelen opgelegd worden, dat het kantoor verplicht is die te melden aan het bestuur van Holland Questor en ook verplicht is die te melden aan de stichting ACTO. Dus zodra formele maatregelen zijn gevolgd, dan worden die formele maatregelen bekend bij het bestuur en bij stichting ACTO. Dat is wat ze op dit moment kunnen doen. En ik zou beslist niet willen spreken van een lege huls. Het is namelijk zo dat als er ernstige bevindingen zijn, dan is het nog altijd zo dat het kantoor op dat moment kan besluiten om de zeg maar, cultuur en gedrag in de organisatie te wijzigen. Waar we uiteindelijk naar streven is om te zorgen dat het cultuur en het gedrag van de leden van Holland Questor, dat dat op zodanig is en zodanig goed is en die organisatie ook zodanig goed is, dat er uiteindelijk geen ernstige bevindingen meer zullen zijn. En ik heb net aangegeven dat er altijd bevindingen zullen zijn. Ik ben bang dat dat zo is, omdat er altijd menselijke fouten worden gemaakt. Dat kan ik niet uitsluiten. We zijn geen automaten. Maar als het serieus is en als er iemand serieus en zeer nadrukkelijk en zeer bewust bezig is om zaken verkeerd op te pakken, om de cultuur van zijn kantoor verkeerd te beïnvloeden, dan zal daar natuurlijk maatregelen over getroffen worden. Dat is duidelijk. Daarvoor is het keurmerk er. En het keurmerk wordt ook niet aan iedereen vergund. Ik wil dat nog benadrukken. Het is niet een automatisme. Dat keurmerk, daar moeten kantoren echt hun best voor doen. U heeft in de position paper een link aangetroffen waarin de criteria van het keurmerk staan. Ik denk dat als die criteria langs elke organisatie in Nederland gelegd worden, dat er heel wat organisaties zouden zijn die zeggen, hier kunnen wij niet aan voldoen. De heer Koelewijn wilde een toevoeging. Nog een kleine opmerking. Dat keurmerk, de heer Nagemakers heeft het ook al gezegd, zit op de cultuur van de organisatie. Ik heb in de verkennende fase van mijn onderzoek met kantoren gesproken. En het probleem is en blijft natuurlijk, je werkt mee op basis van vrijwilligheid. Hè? En dat betekent dat je als visitator geen dwangmiddelen hebt om informatie boven water te kunnen krijgen. Daar zit een risico aan vast. Nou, vind ik het een beetje riskant om iets te zeggen tegen de toezichthouder, maar ik heb wel brieven gezien van de Nederlandse Bank aan trustkantoren over bevindingen die men had, die men als ernstig kwalificeerde. Ja, in technisch opzicht waren er vaak dan tekortkomingen dat de administratie niet goed was ingericht of een backup systeem niet goed was ingericht. Dat is natuurlijk ernstig, maar dat is wat anders dan meewerken aan activiteiten die door de burger kunnen. Dus wat in de taal van de toezichthouder als ernstig gekwalificeerd hoeft waar het hier gaat om het verhullen van vermogens of wegsluizen van vermogens niet als ernstig te kwalificeren. Dus ik wil er wel op wijzen. En het derde punt is dat de wet en regelgeving de afgelopen jaren heel snel is veranderd. Dus je loopt het risico als kantoor, hoe compliant je ook wil zijn, dat je onbewust, onbedoeld, toch een keertje achter de feiten aanloopt. Ik wil graag naar de laatste vraagsteller voordat we naar uw afsluitende woorden overgaan. En dat is de laatste vraag komt van mevrouw Schouten. Dank u wel, voorzitter.
We hebben net van de CCB een hele rij met voorbeelden gehoord, waarin, het woord traineren ging hier over tafel, maar dat er in ieder geval niet coöperatief werd samengewerkt om informatie naar boven te krijgen. Laten we het zomaar beschouwen. Aan de andere kant horen we over de cultuurverandering die gaande is. Ik ben wel benieuwd van, uit het perspectief van Holland Questor, of een dergelijke manier van werken, of dat volgens hen past in een cultuur die goed is om te uiten door de bedrijven, door de trustkantoren. Of dat past zeg maar onder de noemer cultuur. En mijn tweede, toch echt, ik snap het niet zo heel goed, want ik denk dat er toch een gezamenlijk belang is vanuit de trustsector ook om te laten zien dat ze hier gewoon ook goed willen opereren. En als we dan dat soort voorbeelden horen, dan kunt u ons toch niet kwalijk nemen dat er een soort van schijn van wantrouwen gaat ontstaan richting de sector. Daar heeft u toch ook geen belang bij. Dus ik vraag dat heel specifiek aan de heer Nagemaker. Heer Nagemaker. U heeft volkomen gelijk, we hebben daar geen enkel belang bij. Waar het gaat om die cultuur en de vraag over medewerking verlenen, zoals de heren naast mij hebben aangegeven, ging het hier om de houding en de invulling zoals die aan hun taak werd gegeven door belastingadviseurs en niet door trustkantoren. Het trustkantoor moet in dit geval, waar het zijn cliënt betreft, als die cliënt een belastingadviseur aanstelt, dan is die belastingadviseur leidend in de wijze en de manier waarop informatie wordt verstrekt op dat moment. Zou het trustkantoor dat namelijk niet doen, dan kan het trustkantoor namelijk op basis van wanprestatie aangesproken worden en voor de rechter veroordeeld worden voor de eventuele schade die de cliënt daardoor leidt. Dus indien er voor zover er een wettelijke vrijwaring zou zijn voor trustkantoren, indien er voor zover zij informatie verstrekken en die vrijwaring algemeen is, ja, dan zou het trustkantoor zonder aarzeling informatie kunnen geven. Zolang die wettelijke vrijwaring daar niet is, is dat niet mogelijk. En zullen we, indien er rechtsmiddelen worden ingezet door de belastingadviseur, die rechtsmiddelen ook moeten toepassen voor zover dat door de cliënt gewenst wordt. Een ander punt is dat waar we het hier over hebben, is natuurlijk de Panama Papers. En waar de heren naast mij over hebben gesproken, gaat over vermogen van Nederlands ingezetenen in het buitenland. Wij beheren de vermogens, en het zijn eigenlijk niet eens vermogens, want het zijn bedrijfsonderdelen. Wij beheren bedrijfsonderdelen van bedrijven die via Nederland actief zijn in diverse andere landen. Dat is een totaal andere problematiek en dat is een totaal andere groep waar we hier over spreken. En die denk ik niet vallen binnen het kader van de constructiebestrijding. Ik hoop dat dat uw vraag beantwoordt. Mevrouw Schouten. Ja en nee. Ik bedoel, dat laatste, dat weet ik. Dat was net ook al aangegeven dat het onderscheid er was. Maar ik zou hier veel meer ook vragen, wat zou dan vanuit de sector zelf gedaan kunnen worden om in ieder geval de slag te kunnen maken om dat soort processen gewoon te verbeteren. U wijst naar de belastingadviseurs. Prima, ik bedoel, dat zijn degenen, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat u ook met die belastingadviseurs wel eens om tafel zit. En dat u daar ook eens een gesprek voert over wat zij daar aan het doen zijn. En dat het ook op u afstraalt als dat niet helemaal volgens de cultuur is. Daar heeft toch iedereen een verantwoordelijkheid in het hele stelsel? Meneer Nagemaker. Wij zijn het zeer van harte eens. We hebben namelijk in onze position paper ook aangegeven dat het zo is dat het trustkantoor is een van de vele schakels in een proces. En het zou de trustsector en in het algemeen en de leden van Holland Questor in het bijzonder helpen indien dezelfde maatstaven, maatregelen en zeg maar het keurmerk zoals dat is vormgegeven door Holland Questor en de cultuur- en gedragselementen daaruit, als die zouden gelden voor iedereen in de keten. En ik denk dat dat een heel belangrijk element is en ik geloof, maar dat moet de heer Elderson zelf uitspreken, dat hij daar ook in zijn position paper steun voor heeft uitgesproken. Goed, ik wil het hier voor dit deel bij laten en nu overgaan echt tot uw slotverklaring. En u kunt ook zeggen, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen, maar graag in maximaal echt 2 minuten, anders ga ik u stoppen. Misschien nog uw laatste woorden. Dus de heer Koelewijn als eerste. 2 korte opmerkingen.
valt me op dat deze discussie zeer sterk vanuit het nationaal perspectief wordt gevoerd. De hele problematiek van financiële of fiscale constructies, wegsluiting van vermogens, is natuurlijk primair ook een zaak van internationale opererende autoriteiten. Dus dat geeft wel aan dat deze discussie een beperkte reikwijdte heeft. Dat wil niet zeggen dat je niet moet voeren, maar dat je niet al te optimistisch kunt zijn over de slagkracht die je hebt. Vooral ook omdat de buitenlandse overheden zijn die zeer wel bewust de concurrentie aangaan met belastingtarieven, dan wel het niet actief optreden tegen ontoelaatbare praktijken. Dus die ten eerste plaats. Tweede plaats, ik ben nu 5 jaar bij de trustsector betrokken. Wat ik hoor en zie is een sector die aanvankelijk overvallen was door wat er op ze afkwam. En bij een deel van de kantoren, en daarmee wordt wel een groot deel van de markt afgedekt, is er wel een steeds dieper wortelend besef ontstaan dat wat moet gebeuren. Maar het grote probleem blijft, André, help me even, 180 kantoren waarvan er nu 24 lid zijn van Holland Questor. Die hebben overigens een zeer groot marktaandeel, maar dat betekent dat je nog wel met 150 andere kantoren zit die je via zelfregulering dus niet in een hok kunt krijgen. En dat is toch echt de missie van overheid, toezichthouder, belastingdienst en daar wat aan te doen. Zelfregulering is goed. Ik denk ook dat zelfregulering leidt tot kwaliteitsverbetering, dat helpt in de concurrentiestrijd. Maar je blijft altijd last houden van partijen die er op korte termijn gewin in kunnen zien om dingen te doen die niet onlaatbaar, maar wel heel aantrekkelijk kunnen zijn. Dank u wel. Dan de heer Van der Klashorst. Nou, mijn laatste opmerkingen zouden betrekking kunnen hebben op dat we, wat ik al eerder heb gezegd, dat we echt een kentering bespeuren in de belastingconstructies, agressieve belastingconstructies, steeds vaker not done zijn. Dat vind ik bijzonder mooi om te constateren. Dat hoor je op de voetbalclub, dat hoor je bij feestjes, dat hoor je overal als mensen zeggen van hé, ik doe een bepaalde structuur, dat is niet meer in. De Panama Papers heeft daar aan bijgedragen. Dat betekent echt dat de awareness van iedereen is, daar moeten we iets aan gaan doen. Daar ben ik erg blij mee, want dat is echt de core business van de CCB. En ik kan me geen beter platform vinden dan de Tweede Kamer om te vertellen wat wij allemaal aan het doen zijn. Maar ik wil ook benadrukken dat het iedere keer een klein gedeelte is van de belastingplichtigen. Ook van de adviseurs, want het grootste gedeelte van de adviseurs kunnen we uitstekend mee samenwerken. Maken we goede afspraken mee. Willen de informatie verstrekken die we willen krijgen. Alleen een klein gedeelte niet. Dat zou mijn laatste woorden willen zijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Roerink. Dank u wel, meneer de voorzitter. De kentering is inderdaad helder, want we komen van ver. We komen van heel ver. We komen uit een tijd waarin belastingadviseurs mij ook wel vertellen dat, laten we zeggen, er geen grote traditie bestond op het gebied van informatieverstrekking, om het netjes uit te drukken. Die traditie van geen informatieverstrekking die gaat waarschijnlijk, laten we zeggen, zijn langste tijd gehad hebben. Maar er is ook nog een heel eind te gaan, volgens mij. En de houding van verschillende belastingplichtigen, van ondernemende directeuren, grote aandeelhouders, is echt aanzienlijk beter. Ook veel belastingadviseurs. Ik spreek ze ook veel. En dat kunnen we ook gewoon niet blijven benadrukken, maar we mogen ook beslist de ogen niet sluiten voor situaties waarin toch weer telkens die gordijnen dichtgaan. Die groep wordt wel kleiner. Hè? En waarom wordt die kleiner? Nou, men is bijvoorbeeld bang voor het toezicht van justitie. En niemand wil eigenlijk een onjuiste aangifte doen, want dan kom je in het traject van de officier van justitie. En dat is misschien nog wel een vervelende traject bij de inspecteur. APV-wetgeving, de wetgeving over afgezonderde particuliere vermogens, die heeft echt voor een aardverschuiving gezorgd. Dat hebben we in de inkeerregeling gezien. Dat zien we in de dagelijkse praktijk. We krijgen nog telkens situaties gemeld. Die wetgeving is van 2010. We zijn dus nu 6 jaar verder. En de resultaten zijn enorm. Aan uw Kamer is gerapporteerd dat wij vanaf 2010 950 miljoen euro aan opbrengst hebben gegenereerd. Dat is niet een opbrengst van de CCB alleen, beslist niet. Hè. Daar hebben we heel erg veel belastinginspecteurs voor in de Belastingdienst en accountants en invorderaars die dat geld binnen moeten halen. Maar het is toch wel echt toezicht dat ertoe doet. Het is een ander toezicht dan de heren naast ons. Die hebben het over een andere branche, zullen we maar zeggen, over een ander métier. Wij hebben het hier over inwoners van Nederland met belastingstructuren die ze gelukkig ook aan het opgeven zijn. Panama Papers. Ik ga het afronden, neemt u niet kwalijk. 3 jaar geleden hadden we offshore leaks. En 3 jaar geleden was er eigenlijk, laat maar zeggen, nog nauwelijks aandacht voor offshore leaks. En nu door de Panama Papers, het wordt steeds beter,
Dus ik zou zeggen, er is nog een verre weg te gaan. Maar we hebben ook al veel bereikt en ik ben heel blij dat dit op de agenda van uw commissie staat. Dank u wel. Dan de heer Nagelmaker. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ik wil in ieder geval bedanken en ook alle Kamerleden bedanken voor het feit dat we hier aanwezig konden zijn en dat we deze uitnodiging hebben gekregen. We hechten er zeer aan. We weten dat onze activiteiten dat die in een negatief daglicht worden gesteld. We hechten er zeer aan om daar transparant en helder over te communiceren en om inzichtelijk te maken wat we doen en wat dat betekent. En op die weg willen we ook doorgaan. We hebben als organisatie, als Holland Questor, willen wij kennis binnen de kantoren en kwaliteit van de kantoren willen we steeds verder vergroten. We weten dat volwassenheid dat veel vraagt en dat die volwassenheid er zeker nog niet in de hele sector is, maar ons streven is om te zorgen dat die er zeker komt. En in dat kader, ik heb het net al vermeld, zijn we ook nu een academische opleiding, samen met de Universiteit van Maastricht, een academische opleiding voor trust officer is er gestart, om juist te zorgen dat het beroep van trust officer op een hoger niveau terechtkomt. En in de hoop om uiteindelijk terecht te komen bij een situatie waarin dat beroep wellicht ook zelfs beschermd zou kunnen worden. Daarnaast, we hebben daar in ons position paper voor gepleit, willen wij er toch echt voor pleiten dat de eisen zoals die gesteld worden aan het keurmerk en het keurmerk zelf wellicht ook breder verplicht gesteld wordt. En dat het niet zo kan zijn dat er trustkantoren actief kunnen zijn die niet voldoen aan de normen zoals die nu gesteld worden. Dat ook omdat ik denk dat het heel hard nodig is om dit te doen ter ondersteuning van de Nederlandse Bank. Het is namelijk zo dat binnen de huidige bezetting van de Nederlandse Bank het onmogelijk is om alle trustkantoren te bezoeken en alle trustkantoren jaarlijks of tweejaarlijks zelfs te visiteren en te beoordelen of ze hun werk goed doen. En een keurmerk zou dat nadeel enige mate kunnen ontvangen en in ieder geval meer zekerheid kunnen geven. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Eldersson. Dank u wel. Ook mijn dank ten eerste maar ook aan de commissie voor deze gelegenheid. Ik zou nog een paar dingen willen aanstippen. Om te beginnen, de heer Van Wijnberg die citeerde uit mijn speech en in die speech heb ik ook twee keer iets gezegd wat nog niet is gezegd en wat denk ik wel goed is om ook hier te benadrukken, de goede niet te nagesproken. Wij komen ook kantoren tegen die de zaken prima op orde hebben. Dus dat wil ik ook wel heel duidelijk hebben gezegd. Ik wil ook duidelijk zeggen dat ik, wat ik al eerder zei, toejuich het keurmerk, maar ook de dingen die u noemt, die academische opleiding, het feit dat u nog steeds weer verder gaat met het verder brengen van het keurmerk, juichen wij toe. Uw opmerking over de dialoog met elkaar aangaan, juichen wij toe. Dat gezegd zijnde is ons beeld van de sector op dit moment, en dat is, en dan maak ik geen onderscheid tussen leden van de Holland Questor en niet-leden van de Holland Questor, geen onderscheid tussen grote trustkantoren en kleine trustkantoren, is dat de beheersing van risico's inadequaat is. De heer Koelewijn sinueerde zo even dat er sprake zou zijn van een toezichthouder die al wel heel snel komt met het oordeel hier zijn ernstige tekortkomingen, alsof dat dan zou gaan om kleine administratieve dingen. Die dingen zijn zaken die in de wet op de economische delicten als een delict zijn beschreven. Dat zijn zaken waarvan wij zeggen, als je die niet bazaal op orde hebt, als je niet bazaal hebt nagedacht over wat je risico's zijn, als je niet bazaal je dossiers op orde hebt in termen van de UBO, of als je wel degelijk een UBO hebt, onderzoek hebt gedaan, maar je hebt vervolgens geen conclusies getrokken uit datzelfde onderzoek, dat zijn zaken die niet kunnen worden afgedaan, en als u dat niet wilde doen, dan trek ik die woorden onmiddellijk weer bij deze in, maar die niet kunnen worden afgedaan als zijnde kleine vergrijpen. Dat zijn wat ons betreft ernstige tekortkomingen. Het is cruciaal dat iedereen in de sector, en ik verwelkom dus ook de sessies die u doet in termen van tonen te top, dat uitstraalt. Het zijn geen kleine administratieve zaken. Het is volstrekt noodzakelijk om die basale zaken op orde te hebben. Wil je überhaupt die poortwachtersfunctie die zo prominent in de wet staat kunnen waarmaken? Hier wil ik het bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Koelewijn wil het nog even... Toch een tweede termijn. Ik wil dingen die worden geconstateerd door onze gewaardeerde toezichthouders, ik heb er zelf ook gewerkt, niet afdoen als kleine vergrijpen. Maar u wilt als toezichthouder duidelijk maken aan de sector dat het u ernst is. Bij een deel van de sector is dat begrip grondig geland, maar ontwikkelingen gaan snel. En ik zie ook wel eens in dossiers wat er dan gebeurt. Ik denk, ja, het klopt niet, het is fout.
terecht dat de toezichthouder daartegen optreedt. Maar ik heb de indruk dat soms naar buiten toe er een groter gewicht aan bepaalde dingen wordt toegekend dan zeg maar 8 jaar geleden. Er is wel sprake van een aanscherping van het normbesef, wat ik toejuich, maar we leven hier wel in een wereld waarin we nu veroordelen wat we 10 jaar geleden nog aanvaardbaar vonden. Dus dat normbesef is enorm opgeschoven en dat vind ik goed, maar we moeten wel even rekening houden met waar we vandaan komen. De wet is aangescherpt. En nou neem ik even, dat praten we makkelijker over, er mijn ervaring uit de beleggingswereld. 15 jaar geleden hoefde de bank niet te vragen wat de identiteit van de klant was en waarom wilde hij gaan beleggen. Hij kon met een tonnetje bij de lokale Rabobank naar binnen te wandelen. Ja, dat kan niet, maar dat leg je in de wet vast. Maar dat dat een norm is nog niet, heeft een tijdje geduurd voordat iedereen dat begreep. Nou, dat geldt voor de trustsector ook. Het moet duidelijk worden dat het echt niet meer kan en dat besef moet ook indalen en groeien. Ja, als even heer Eldersson wilde als eerste, dacht ik, reageren? Of is dat al... Nee, dus dan die geeft aan. Ik ben een beetje in verwarring hoe ik de heer Koelewijn moet begrijpen. Dus ik zeg het even scherp, als ik hem verkeerd heb geïnterpreteerd, zegt hij het. Dit klinkt een klein beetje alsof iemand zegt van ja, ik mag sinds kort op deze weg geen 100 meer, maar 80. Maar ik heb nu even tijd nodig om eraan te wennen dat ik hier geen 100 meer mag rijden. Dat is toch niet wat u behoort. Ik snap dat de cultuurverandering tijd kost. Maar als er een wet is die is veranderd, dan mag ik toch aannemen van de professionele sector dat die wet vanaf het moment dat die in werking treedt, dan gewoon wordt nagedacht. U kunt toch niet toezichthouder, u kunt de toezichthouder toch niet verwijten dat ze die nieuwe wet dan ook naar de wet toetst. Anders zou ik een ingewikkeld gesprek met de heer Eldersson krijgen, denk ik. Nou, het gaat helaas niet om digitale beslissing als 80-100. Het gaat om de beslissing heb ik in voldoende mate onderzocht wat nou de werkelijke identiteit van de klant, wat de UBO is. Dat zijn geen digitale beslissingen, dat zijn grijze beslissingen. En dat doen we nou net ook in die tonen, de topsessies. Dit soort dilemma's met elkaar bespreken. En dan gaat een toezichthouder vanuit zijn rol wat hoekiger in zitten in dat soort discussies. En terecht, dat is een rol in dit leven. En dat vergoeilijkt ook niet het handelen van de sector. Maar laat het erover hebben dat er bij de sector een ontwikkelingspad plaatsvindt, maar dat ook een toezichthouder zich misschien wat geroepen voelt om heel goed duidelijk te maken dat hij er ook zo over denkt. En dat was 10 jaar geleden nog niet altijd zo. Maar dat ga ik misschien een keertje bij een kopje koffie met meneer Eldersson bespreken. Nou, dat lijkt me... Wilt u nog... Nee, ik wil alleen maar zeggen dat de koffie altijd klaar staat voor wie dan ook. Ja. Goed, ik stel voor dat we daarmee dit blok afronden. Ik wil u allen hartelijk danken voor ten eerste uw position papers nogmaals en ten tweede voor uw inbreng hier. Wij gaan schorsen en we gaan om 4:30 gaan wij verder met het volgende blok. Ik schors de vergadering.